Goedenavond allemaal, welkom in de studio, prachtige studio van Camera Nu. Mijn naam is Joris Kuiper, ik ga vandaag praten over droomfotografie. Van harte welkom. Voordat we gaan beginnen wil ik nog heel veel zeggen, er is een live chat. Ga deze absoluut gebruiken. Er zit trouwens een 30 seconden delay in de live chat, dus mocht ik iets later reageren of niet reageren, dat zou het kunnen zijn dat ik er later op terugkom. Hou er rekening mee, dus als ik een vraag stel 30 seconden later, dan waarschijnlijk zie ik de respons. Ik wil er ook graag bij zeggen, er zijn een hoop geavanceerde technieken, hier kunnen we over praten, wellicht in een later stadium. Ik wil graag dat deze webinar voor iedereen toegankelijk is, dus het gaat nu vooral over de basis en daar gaan we eigenlijk meteen mee beginnen. Mocht je trouwens mij willen vinden op social media, @JoroCooper, dat ben ik en wellicht zie ik je daar. Kort over mij, voordat de hele webinar begint. Wie ben ik? Ik ben Joris Kuiper, 33 jaar, ik ben getrouwd. Ik heb net een dochtertje, 3 maanden oud en een hele lieve hond. Daarnaast, ik ben piloot, ik vlieg op de longhorn bij KLM en hierdoor kan ik fantastisch de hele wereld zien. Doordat ik vlieg, heb ik ook de kans gehad om luchtfotografie op te pakken vanuit de cockpit, maar daarnaast ook uit een helikopter. Ik heb een aantal jaar helikopter gevlogen, waardoor dit heel natuurlijk voelde voor mij. En vanuit hier ben ik eigenlijk doorgerold de fotografiewereld in. Ben ik reviewer geworden, ook onder andere voor Camera Nu met de drones. Wellicht heb je hem wel gezien van de Mavic 3 en de R2S. Die heb ik voor Camera Nu gereviewd. Inmiddels super trots om te zeggen, ben ik een Sony ambassadeur geworden. En daar geniet ik van volle teugen. Ik wil dat eigenlijk hierbij laten, want het gaat vandaag natuurlijk om dronefotografie. Nou goed, voordat we over van alles gaan beginnen, wilde ik het even hebben over het vliegen van een drone. Dit is natuurlijk al wellicht voor sommigen de normaalste zaak van de wereld geworden, want het is eigenlijk relatief simpel. Maar goed, als je het nog nooit hebt gedaan, kan het ook een bepaalde drempel zijn om het überhaupt op te gaan pakken, dronefotografie. Dus daar wil ik het toch heel eventjes over hebben, want ja, de opties met een drone zijn gewoon fantastisch. Maar goed, ik heb hier een aantal puntjes opgeschreven, waaronder wennen. En met wennen bedoel ik gewoon heel simpel, ja, ga eventjes in je eigen tuin desnoods, of als je een weiland hebt die groot genoeg is. Een weiland is natuurlijk groot genoeg, maar je tuin. Maar in ieder geval, als er iets is waar je de ruimte hebt, ga met de drone vliegen. Ga gewoon even kijken van, joh, hoe reageert die als ik naar links stuur, naar rechts stuur, naar boven, naar beneden. Allemaal dat soort dingen. Want dan zoek je eigenlijk gewoon echt uit van, waar zitten de limieten van de drone? Wat gebeurt er nou als ik bepaalde acties onderneem? Ik heb een hele hoop drones gevlogen in mijn leven en zelfs tijdens de review hier met Camera Nu heb ik het voor elkaar gekregen om een drone tegen een boom aan te vliegen. Waarom? Omdat ik had eigenlijk nog nooit met deze drone gevlogen. Hij had een nieuwe modus, dat heet dan de FPV-modus. En die reageerde gewoon totaal anders dan ik had verwacht, waardoor ik de boom niet meer kon ontwijken en er tegenaan vloog. Super dom, totaal mijn eigen schuld. Maar goed, testen belangrijker om echt eventjes te testen van hoe werkt deze drone nou uiteindelijk. Nou goed, als je dat hebt gedaan, dan ken je je drone. Dan ken je vaak ook al een beetje de instellingen van, hoe reageert hij als ik die kant op stuur? Hoe snel gaat dat? Allemaal dat soort dingen. En dan kan je wellicht die crash die ik dan heb gehad vermijden in de toekomst. Ik weet niet of je vooraf over dit onderwerp al wat vragen hebt. Ik zie van allerlei dingen binnenkomen, dus ik ga eventjes even snel kijken. Nou, het valt mee met de vraag, maar dat kan zijn over 30 seconden dat er ineens van alles binnenkomt. Heel kort over deze foto hier rechts nog eventjes. Dit is van dit seizoen. En hier zie je gewoon heel gaaf het lijnenspel dat je met een drone kan creëren. Zeker in een ruimte waarin je zo'n groot veld hebt. En dan in toevoeging met een onderwerp, in dit geval is dat de sproeier en dan de mooie regenboog erbij. Even kijken. Dan, wat gaan we vandaag nou doen? Het is altijd gewoon belangrijk, denk ik, om een doel te stellen. Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Het gaat over dronefotografie en ik wil graag jullie wegwijs maken in dronefotografie. Nou, hoe gaan we dat doen? We gaan praten over instellingen, compositieopties en daar heb ik verschillende foto's bij en daar kunnen we dan over praten. En aan het einde geef ik nog wat tips en tricks. Even kijken. Waarom een drone? Dat is natuurlijk de eerste vraag die je jezelf kan stellen. Zeker als je al een camera hebt, kan je afvragen, wat voegt een drone nou toe aan mijn fotografiepalet? Nou, ik denk het allerbelangrijkste is unieke composities. Zelfs al vanaf grondniveau, ik heb nu een camera voor me staan, maar hier staan bijvoorbeeld allerlei spullen.
Bij wijze van, als ik een drone zou hebben, zou ik dus die camera die nu hier voor mij staat, daar ook kunnen laten hangen zonder enig probleem. Dus dat is heel interessant altijd om rekening mee te houden. Hij hoeft niet altijd hoog, hij hoeft niet altijd ver. Het is gewoon zo, je kan altijd op de onbereikbare plekken komen, ook al is dat maar 10 meter naast je, want misschien is daar wel water. Dus hè, jouw compositie is prachtig, maar je denkt, hè, nou, als ik net die 10 meter kan pakken opzij, dan heb ik de perfecte compositie. Nou, met een drone is die optie, die ligt er gewoon. Dus dat is natuurlijk onwijs gaaf. En daarnaast de snelheid. De snelheid waarmee je kan aanpassen, dus hoogtes, maar ook composities, aanpassingen. Ik wil juist van een andere hoek, misschien zijn er wel meerdere onderwerpen binnen een bepaalde straal waarin jij naartoe kan vliegen. Meestal ga je natuurlijk naar één locatie en dan, dan loop je je rondje bijvoorbeeld hè, met je camera en dan ben je een kwartier, misschien een half uur bezig. Maar met een drone zou je bij wijze van binnen 5 minuten al die plekken al kunnen afgaan. En dat is natuurlijk wel heel uniek en heel gaaf. En dan ook nog eens vanuit allerlei verschillende hoeken. Ik ga nog heel eventjes kijken. Even zien. Ik zie hier Frank van der Vlis. Die zegt een FPV-drone heeft een obstakeldetectie. Ik ga heel eerlijk zijn. Ik vlieg geen FPV-drone, dus dat weet ik niet. Dus daar kan ik helaas geen antwoord op geven. Alex die vraagt hoe het staat tegenover de wetgeving. Hier gaan we straks over praten, dus daar kom ik op terug. Hier vraagt Floor, die vraagt met welke drone vlieg je zelf? Momenteel, je ziet hem hier op de foto. Ik vlieg zelf met de Mavic 3 op dit moment. Ik heb er eigenlijk een heleboel gehad. Ik ben begonnen met een 3DR Solo. Dat is echt heel lang geleden. Toen ben ik overgegaan naar de Mavic. En eigenlijk in de Mavic-lijn ben ik blijven hangen. Ik gebruik ook meerdere drones. Ik heb bijvoorbeeld ook een Mini 2. Waarom? Omdat de regelgeving veel soepeler is. En daarmee kan je gewoon op andere plaatsen vliegen dan met zo'n grote Mavic 3. Goed. Alex die vroeg er al om, de regelgeving. Ik wil hier niet al te lang over praten. Waarom? Omdat het is een heel gecompliceerd eigenlijk verhaal. Want er zijn superveel regels. En zeker ook als je kijkt naar, ik heb het hier over GoDrone. Dat is eigenlijk een luchtverkeersleiding Nederland. Die heeft een map. En je ziet het hier al met allemaal cirkels en dingen waar je op kan klikken. Ja, dat is echt eventjes het onderzoeken waard. Dus het is heel belangrijk dat je gewoon beseft dat in Nederland het tegenwoordig nodig is om een licentie te hebben als je een drone hebt die zwaarder is dan 250 gram. Dus de Mini 2 bijvoorbeeld niet. Maar er staat ook bij, als hij een camera heeft, en dat heeft de Mini 2, dan heb je alsnog een licentie nodig. Dus wees je wel bewust van. En hij mag wel op andere plekken komen als hij lichter is dan 250 gram, maar je hebt nog steeds een licentie nodig. Daarnaast heb je... ik zeg het verkeerd. Niet licentie, maar een exploitatienummer heb je nodig op je Mini 2. Ik moet het wel goed zeggen. Dus zo zien we weer, het is allemaal heel gecompliceerd. Maar goed, je hebt een exploitatienummer nodig, want laten we zeggen het RDW, de Nederlandse overheid, wil gewoon weten wie vliegt er met die drone en wat zijn ze nou allemaal mee aan het doen. En mocht die ooit gevonden worden, dan weten ze in ieder geval van wie die is. In Nederland is GoDrone voor mij eigenlijk de plaats waar ik alles raadpleeg als het gaat over luchtruim en allemaal dat soort dingen. Ze hebben een website en een app. Ik vind de app heel makkelijk werken, want als je op locatie bent, dan zegt hij gewoon ik ben hier en wat is er om me heen. Alleen is dat natuurlijk wel een beetje pech als je specifiek ergens naartoe bent gegaan en je zet het daar pas aan en dan weet je dat daar pas dat het niet mag. Dat is natuurlijk niet heel handig. En de website die is heel interactief en dan kan je van alles doorklikken en opklikken en beter kijken. Nu is het wel zo, ik heb hier bijvoorbeeld openstaan Schiphol, zoals je wellicht kan herkennen. Daar mag het sowieso niet, laten we het zo zeggen. Maar het kan ook zijn dat er een rode cirkel is. En dan is het belangrijk om daar even naar te kijken wanneer is die geldig, die rode cirkel, die no-fly zone. Want het zou zomaar kunnen zijn, bijvoorbeeld nu met Bevrijdingsdag waren er allerlei extra cirkels en die waren alleen maar geldig op 4 en 5 mei. Dus het is altijd wel interessant om eventjes te bekijken van het was bijvoorbeeld 3 mei, dus dan had het misschien wel gemogen. Maar goed, nogmaals is om te zeggen van er zijn zoveel regels en dingen waar we rekening mee moeten houden. En ik wil alleen maar het bewustzijn creëren van ze zijn er, let erop. Ja, en we zijn allemaal volwassen genoeg om hiermee om te gaan. Dan nog kort over het buitenland. Ik kijk altijd als ik in het buitenland ben op dronelaws.com. Waarom? Dan krijg je een soort beknopte samenvatting. Wat mag er niet. Bijvoorbeeld als het helemaal niet mag, dat staat er dan ook bijvoorbeeld vrij duidelijk. Dus dan is dat een hele makkelijke no-go. Het enige wat ik er wel bij wil zeggen is, GoDrone is de site van Nederland, is echt van LVNL, dus die is accuraat, die is up-to-date en die klopt gewoon. DroneLaws is een third-party site, dus die verzamelt informatie. Dus het kan zomaar zijn dat die informatie achterhaald is. Dus kijk altijd eventjes of het nog accuraat is.
Ik heb hier onderin, nou, dat is misschien een beetje lastig kopiëren, maar heeft camera nu, dus kan je ook op googlen, heeft een heel mooi advies, ja, pagina gemaakt met welke drone zou je eventueel willen kopen. En heb je daar een licentie voor nodig of welke regels zijn er van toepassing op deze drone? Ik ga heel eventjes kijken, want ik zag al van alles binnenkomen. Even kijken. Nou, iemand die gaat Vincent, die gaat binnenvliegen met de Mini 2 voor urbex fotografie. Dat is wel heel gaaf. Ja, daar is hij dus ook voor geschikt. Dat is wel cool. Even kijken. Wat doe je als je binnen de regels vliegt, maar alsnog komt er een sportvliegtuigje dichtbij aan? Dat vraagt Olivier. Nou ja, in principe is het zo dat dit vliegtuig, die mag niet lager zijn dan die 120 meter. Dus als jij niet boven die 120 meter zit, dan zou er geen probleem moeten zijn. Maar goed, het is altijd zo, zij hebben voorrang op jou. Dus zo simpel is het. Dus dan moet je toch echt aan de kant of naar beneden of opzij of ik weet niet hoe je het wil doen. Maar dat is dan dus wel belangrijk. Dan vraagt hier Niek, dat is een, even kijken hoor, dat gaat misschien wat tijd kosten om te lezen. Lange vraag, wat vind je van dat specifiek piloten veel op veiligheid zitten en open categorie piloten minder? We kunnen deze twee categorieën vinden en versterken in plaats van te concurreren. Ja, dat vind ik, het is een goede interessante vraag. Ik denk meer dat het gaat om de commerciële versus de particuliere, dus hoe wij ermee omgaan. Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat als je er echt geld mee wil verdienen, hou je dan gewoon aan de regels, want dan klopt alles. Ik wil gewoon zeggen, probeer je zoveel mogelijk aan de regels te houden, want ze zijn met een reden bedacht, laten we het zo zeggen. En Olivier vraagt nog over het sportvliegtuigje. Ja, hoogte afnemen is altijd het beste, want wat ik al zei, zij mogen niet zo laag zitten. Dus als zou hij te laag vliegen, als jij omlaag gaat, hij kan niet veel lager dan 100 meter, want dat is gewoon illegaal. Dus dat mag niet. Alright, dan genoeg over regelgeving. We gaan nu naar het onderdeel scouting. En dat vind ik een van de leukste dingen. Dat is namelijk het onderzoeken van, ik ga ergens heen. In dit geval was het een skivakantie. Wat is daar nou eigenlijk en hoe kan ik dat nou gaan onderzoeken van wat is daar, kan ik er iets vastleggen of ga ik gewoon daar naartoe en dan zie ik wel. Nou, ik vind het heel leuk om een gebied echt te gaan bekijken. Dus in dit geval voor een foto heb je Google Maps /Earth en waarom deze nou, die linksbovenin bijvoorbeeld de foto, dus aan de rechterkant maar dan linksbovenin. Dat is letterlijk van Google Earth. Die heeft 3D tekent het terrein in met de weg. En eigenlijk kan je je hele compositie al een soort van samenstellen. Puur en alleen maar door te kijken naar Google Earth. En ik heb hem hier openstaan. Het mooie is, hier heb je hem wederom, de weg. Maar je ziet de bergen, alles is gewoon helemaal ingetekend. En dan kan je ook nog eens over de axis zo draaien. Dus je kan van alle hoeken kan je gaan kijken van welke compositie zou voor mij interessant zijn. Dus dat is voor scouting, denk ik, dat Google Earth wel echt by far een van de allerfijnste is om te gebruiken. Goed, het tweede is social media. Social media is natuurlijk super handig, want je tikt een locatie in of een hashtag in en dan zie je meteen van welke foto's zijn er allemaal gemaakt. En meestal is de best gelikte of iets in die richting is een van de eerste, dus dan heb je al meteen een idee. Het enige gevaar wat er een klein beetje in zit, en daarom praat ik ook over Google Images, is er wordt toch wel heel veel gefotoshopt. Dus af en toe dan denk je, dit ga ik aantreffen. Maar dan kan het zomaar zijn dat het toch gefotoshopt is. Dus dan kom je eigenlijk van een koude kermis thuis. Dan kom je eraan en dan zie je ineens van, wat die persoon op social media heeft geplaatst, dat bestaat helemaal niet. Dus dat is gewoon een beetje jammer. En Google Images is daarin iets natuurlijker. Dus als je daar dezelfde locatie zoekt, dan zie je vaak gewoon de foto's van, de mensen die het niet photoshoppen. Voor scouting, daar kijk ik ook altijd nog naar het weer, want dat is natuurlijk heel belangrijk met een drone. Regen en dat soort dingen zijn niet zijn vriend. Ik praat hier over een app en dat heet Windy TV. Dat is eigenlijk heel grappig, maar dat is een app die ik gebruik voor kitesurfen, maar die werkt ook echt fantastisch voor dronefotografie. Waarom? Hij is super uitgebreid. Je weet heel nauwkeurig hoe de wind ergens is, hoe sterk die is. Is dat binnen of buiten de limieten van je drone bijvoorbeeld? Daarnaast kan je op verschillende hoogtes ook nog eens kijken van of de wind dus toeneemt, afneemt, dat soort zaken. Hij heeft ook een mooi overzicht van hoe werkt de bevolking. Dus is die alleen laag, is die hoog? Dus dat kan je dan ook al meteen zien. En die werkt meestal 2 tot 3 dagen vooruit, echt al heel accuraat. Nou, op de dag zelf, buienradar, ik denk dat iedereen het wel kent. Dat is een van de fijnste, want als het regent, dan zie je dat gewoon. En daarnaast, als je er echt bent, kijk ook gewoon even naar buiten natuurlijk. Hè. Dat is logisch.
Nog even terugkomend op de foto. Dus links zie je de scouting zeg maar, die ik gedaan had. En rechts zie je dan uiteindelijk mijn eindresultaat. Natuurlijk ligt er dan ineens wel sneeuw. Maar goed, het is heel leuk om te zien hoe je dan, als je iets onderzocht hebt, hoe je dan uiteindelijk met zo'n foto naar huis gaat. Ik weet niet of iemand hier vragen over heeft. Ik ga ook even kijken of ze al gesteld zijn. Maar mocht het niet zo zijn, 30 seconden ongeveer, dan komen ze binnen. Even kijken. Even zien. Waar zijn we inmiddels? Even zien. Emiel die vraagt, heb jij enkel A1, 2 of 3? Of ook nog specifiek? Nee, ik heb echt alleen maar A1, 2, 3. Hier zegt Alex nog als tip, voor de weer is niets beter dan de UAV-app. Ik heb hem nog nooit gebruikt, maar wellicht een goede tip. Dan vraagt Floor, waar haal je inspiratie vandaan voor dit soort foto's? Dus deze foto, nou ja, in dit geval is dat toch wel echt social media. Ik heb wel vaker van die lussende wegen gezien. Dat is natuurlijk een soort, een van de foto's die het meest misschien wel aan het begin zeker werd gemaakt met een drone. Dat is een weg van boven met een lus erin. Dat is gewoon ja, een gaaf aanzicht. Dus daar heb ik denk ik ook mijn inspiratie vandaan gehaald. Even zien, hier zegt Colin iets voor de back-office. Dus daar gaan zij rekening mee houden. Je zegt no worries in the air. Ik wil zelf professioneel gaan werken als dronepiloot slash fotograaf. Wat voor tips heb je? Nou, allereerst hou je licenties, want dat is toch wel heel belangrijk. En dan als tweede, ja, ga veel oefenen. Ga lekker veel vliegen, foto's maken. Kijk op inderdaad wederom social media of Google of iets in de richting van joh, wat zijn nou unieke gave beelden? Of in jouw branche, als je denkt van nou, ik wil graag in die branche, wil ik de foto's maken. Zoek iemand op die in die branche werkt. En ja, ga aan de hand daarvan zelf oefenen. Dat zou een tip zijn. Even kijken hoor. Dan worden er nog een paar vragen gesteld, maar daar kom ik strakjes op terug. Even kijken, en dan zegt iemand, heb je nog makkelijke tools om AGL-hoogtes boven zo'n berg te bepalen in verband met maximale hoogte? Nou, nee, om heel specifiek te zijn, want dat is natuurlijk heel erg lastig. Het is alleen een gebied natuurlijk met hoge bergen waar vliegtuigen inderdaad tussendoor kunnen vliegen. Dus dat is wel echt iets om rekening mee te houden. Ik weet, op deze plek ben ik niet hoger geweest volgens mij dan 40, 50 meter. Dus ja, en ik gok niet hier rechts van deze foto, zeg maar, links zit direct een berg. Dus nou, daar zal niet zo snel iemand zijn geweest. Maar inderdaad, het is wel iets om rekening mee te houden dat de hoogtes natuurlijk dan anders werken. Even kijken. Ik ga even verder en dan kom ik straks weer terug op de vragen. Dan gaan we het hebben over instellingen. Ik denk dat hier straks misschien ook wel de meeste vragen over stellen. Dus als je nu deze pagina al ziet en je hebt meteen een vraag, stel hem gerust. Maar wellicht kom ik er zo direct op. Hier rechts zie je in ieder geval een foto van een mooi tulpenveld vorig jaar. Dat is een van mijn favoriete ochtenden in ieder geval. Als we praten over instellingen vind ik een van de allerbelangrijkste, in ieder geval als je richting een misschien iets geavanceerdere foto zou willen gaan, de afweging tussen RAW en JPEG. Ik weet niet of iedereen natuurlijk bekend is met RAW en JPEG, maar eigenlijk is het zo dat RAW die heeft alle informatie, dus als je een foto maakt, dat is een soort, hoe moet je het zeggen, een bestand met superveel informatie erin. Die is vaak ook wel 2, 3, misschien wel 4 keer zo groot als een JPEG-foto. Waarin je dus allerlei aanpassingen kan doen achteraf. Dus dat is vooral als je Lightroom of een nabewerkingssoftware gebruikt. Dan kan je deze foto inladen en dan kan je hem zelf tweaken naar hoe je wil. En bijvoorbeeld dus de lichtste tonen kan je meer terughalen, de donkere tonen kunnen weer naar boven. En eigenlijk is een JPEG een foto, dat is vaak eigenlijk al het eindproduct van een RAW. Dus stel je voor dat ik mijn RAW foto helemaal bewerkt heb en dan exporteer ik hem, dan krijg ik een JPEG. En daar zit ook nog steeds wel informatie in, maar bij lange na niet meer van wat er in een RAW zat. En in dit geval bepaalt dus de dronemaker, laten we bijvoorbeeld nu DJI noemen, die bepaalt deze kleuren vind ik mooi. Dus als jij een foto maakt in JPEG met onze drone, dan krijg je eigenlijk deze kleuren. Nou, als ze jou bevallen, er is niks mis mee, dan lekker op JPEG schieten. Maar mocht je in de toekomst of zelf nadenken van ik wil ooit wel eens gaan nabewerken, zou ik nu adviseren, zet dan RAW en JPEG aan. Dat is vaak een optie die er is. En dan heb je eigenlijk allebei en dan bewaar je de RAW's voor misschien in de toekomst. Dat is altijd leuk. Als ik terugdenk aan mijn fotografie, carrière, had ik het leuk gevonden als ik vroeger al RAW had aangezet en niet alleen JPEG. Dus deze optie heb je, want vaak kun je kiezen tussen alleen JPEG, JPEG RAW of alleen RAW. Dus dat is, de keuze is natuurlijk volledig aan jullie. Ik schiet bijvoorbeeld alleen maar met RAW. Dan kort over de witbalans.
als je in RAW schiet, is de witbalans niet heel erg van belang, want die kan je achteraf altijd aanpassen. Dus dat is hoe warm een foto bijvoorbeeld is. Maar voor JPEG is dit wel weer belangrijk, want die kan je naderhand niet zo goed aanpassen. Dus hou je rekening mee dat als het bijvoorbeeld zondag is, dan kan je witbalans ook echt op zondag zetten. Ik ben bijvoorbeeld groot voorstander om het sowieso te doen. Waarom? Omdat eigenlijk als je je foto's, ook al zijn ze RAW, inlaat in Lightroom, dan heeft hij een bepaalde preview. En ik vind het fijn als alle foto's van een bepaalde reeks gewoon dezelfde kleuren hebben. En niet dat ze allerlei verschillende kleuren hebben, want dan kan ik ze niet goed vergelijken met elkaar. Dus dat is mijn tip in ieder geval. Ik zet de witbalans meestal gewoon in Sunny en dan laat ik hem lekker daar staan. Dan diafragma, dus hoe wijd kan eigenlijk de lens nou open? Nou goed, de meeste drones die hebben een vaste waarde, net zoals vaak een telefoon. Dus als je met je telefoon een foto maakt, kan je hem ook niet aanpassen. Er zijn een paar telefoons misschien een uitzondering in. En bij de drones is het ook heel vaak zo, hij is niet aan te passen. Tenzij je misschien een prosumer drone hebt, noem de Mavic 3 of de Mavic Pro 2. En dan zou je diafragma wel kunnen aanpassen. En dat is heel fijn. Want dan kan je op zoek gaan naar de sweet spot, zoals dat dan heet, van de lens. En in dit geval ligt die vaak, als je praat nu dan over de Mavic 3, dan ligt die bijvoorbeeld op f4 tot f5.6. Dus daar zou ik hem dan persoonlijk op zetten. Maar mocht je deze aanpassingen niet kunnen doen, dan is diafragma dus een vaste waarde. Sluitertijd. Dit is zeg maar hoe snel legt de camera nou eigenlijk de foto vast. En met een drone is het wel interessant om een beetje rekening mee te houden dat hij hangt in de lucht, alle axes zeg maar bewegen, dus hij gaat echt alle kanten op. Dus het is handig, zeker als er wat wind staat. Hij hangt niet perfect stil, dus ga niet met een te lage sluitertijd werken, want dan zou het zomaar kunnen zijn dat als je thuis komt, dat ze allemaal net niet scherp zijn. En ik heb een beetje gemerkt, als je zeg maar rond de 1,40ste, 1,50ste zit, dan zijn eigenlijk alle foto's wel redelijk scherp, omdat je toch meestal, niet altijd, maar wel op een afstandje hangt van je onderwerp. Dus dit is iets om in je achterhoofd te houden. Als hij gewoon in een auto staat bijvoorbeeld, wat er echt een prima optie is, als hij dan zichzelf aanpast naar 1 tweede seconde of een seconde of dat soort dingen, ja, dan is het wel iets om eventjes rekening mee te houden van joh, nou, misschien is het dan sowieso al te donker, maar goed, dat je weet van nou, als ik nu thuis kom, dan zou het zomaar kunnen zijn dat mijn foto's onscherp zijn. ISO-waarde, en dit is eigenlijk iets, pas deze gewoon niet aan, zet hem op 100 en laat hem daar gewoon staan. Waarom? Heel geavanceerd verhaal op de achtergrond, maar het gaat erom dat is een softwarematige verhoging van je exposure, dus van je belichting, zeg maar. Dat doet de drone in-house, zeg maar, dus softwarematig, zoals ik net zei. En dan creëert hij ruis. En wat ik heel erg heb gemerkt bij drones, misschien dat je met 200 wegkomt, maar is dat de ruis best wel drastisch toeneemt. En zeker als ik dan weer praat over RAW, hij verliest ook heel veel informatie in je foto. Dus het nabewerken wordt ook echt heel erg veel lastiger. Dus ja, voor mij is het eigenlijk 100 en niet anders. Nou, dit is een iets geavanceerdere functie. Hier kom ik straks nog op terug, maar ik wil hem toch heel eventjes benoemen. En dat is AEB, dat is Automatic Exposure Bracketing. Dat is dat eigenlijk de drone kan je vaak instellen. Ik weet niet of ze het allemaal hebben, maar in ieder geval degene waarmee ik heb gewerkt wel. Dat die 3 tot 5 foto's maakt met verschillende belichtingen. En dit is heel erg handig. Niet alleen als je ze allemaal wil samenvoegen voor dat heet dan een HDR-foto. Dus dat je de lichtste tonen en de donkerste tonen in één foto kan samenvoegen. Maar het is ook heel handig om de juiste belichting te hebben van je foto. Waarom? Als je een foto maakt met een drone, dan heb je vaak je telefoon als schermpje. Elk schermpje is anders afgesteld. Dus het licht kan heel erg verschillen van wat eigenlijk de drone ziet versus van wat jij op je schermpje ziet. Dat is echt iets om rekening mee te houden van het lijkt perfect, maar het kan zomaar zijn dat het net niet is. Nu zijn er tools om dit op het scherm ook te kunnen zien. Maar goed, dat is wat geavanceerder. Dan ga je dus praten over een histogram, allemaal dat soort zaken. Dus om dat eventjes buiten beschouwing te laten, is deze optie heel handig. Zelfs als je gewoon in JPEG schiet, dan maakt hij gewoon 3 of 5 foto's. En dan weet jij zeker als je er doorheen gaat van, ik heb nu gewoon een foto, dat is nummer 3 bijvoorbeeld van de reeks. Die is perfect belicht. Dus dit is de foto die ik ga gebruiken. Dus dat is wel, denk ik, een hele handige om die eigenlijk altijd gewoon lekker aan te zetten. Nou, en dan hebben we ook nog een andere instelling. Ik gebruik hem niet heel veel, tenzij ik weet, deze foto ga ik op een hele hoge kwaliteit gebruiken. Dat is namelijk de burst modus. Waarom zou je dit doen? Ik heb er een hele leuke blog over geschreven voor Camera Nu, dus die kun je altijd nog eventueel terugvinden. Maar dat heet noise stacking. En noise stacking is eigenlijk dat je de ruis van de foto zo laag mogelijk maakt door middel van verschillende foto's te maken. Dus bijvoorbeeld 5 foto's achter elkaar van hetzelfde onderwerp en niks heeft bewogen of is bewogen. En deze kan je dan in nabewerking als het ware samenvoegen. En
Nou, ook weer een beetje, klein beetje technisch, maar ruis heeft een random sequence, zeg maar. Dus als je die 5 foto's in elkaar plakt, dan maakt hij er een soort, dan smelt hij ze samen en dan verdwijnt dus alle ruis. Dus dat is gewoon interessant om in je achterhoofd te houden. Nou goed, dit waren heel veel instellingen. Ik ga heel eventjes naar links kijken of hier allerlei dingetjes, hoop gezegd alweer. Even kijken, Jan Willem die vraagt, ik zie nog wel eens filmpjes voorbij komen van drones, dat ze in de mist moeite hebben met landen. Hoe los je dat op? Nou ja, dat is dus meteen al een dingetje. In de mist vliegen is lastig, want dan heeft hij dus vaak sensors om te meten van waar is de grond. En hij kan het ook doen aan de hoogte die hij oorspronkelijk heeft gemeten, dus aan de GPS. Maar heel vaak wat hij doet, hij heeft aan de onderkant heeft hij een sensor en die ziet gewoon de grond. Maar als de mist heel dicht is, ja, dan heeft hij dus steeds het idee dat hij in de mist zit. Dus ja, eigenlijk is in de mist vliegen... Mag waarschijnlijk eigenlijk niet eens. Maar goed, dus dat is een reden om dat in de gaten te houden. Van, wees je bewust als je in de mist gaat vliegen dat het zomaar zou kunnen zijn dat landen een probleem wordt. Dan is nog de beste optie om dit op te lossen, zet hem in de sportmodus. Of in ieder geval zetten de sensors uit die de mist zeg maar zien als een obstakel. En zover ik weet kan je dit altijd wel uitzetten. Dus dan zou dit de oplossing zijn. Dus stel je voor, je ziet gewoon je drone perfect, maar hij ziet de mist echt als een obstakel. Dan kan je hem gewoon in de sportmodus terugkrijgen en op die manier alsnog landen. Even kijken. Ik zie hier Guus, die geeft ook nog een tip. Die noemde nu Aura. Die geeft heel veel info van allerlei omstandigheden over de locatie. Qua weer en omstandigheden ook erg handig in het buitenland. Nou, dankjewel Guus. De foto van het begin met het kleurrijke landschap maakt hij ook met de DJI Pro 3. Ja, die is met de Mavic 3 gemaakt. Ik neem aan dat het gaat over de tulpenfoto met de regenboog. Die komt inderdaad ook daar vandaan. Bram Boot die vraagt, heb je tips qua verzekering? Nou, dit is wel een goeie. Ik heb eigenlijk gewoon contact opgenomen met mijn WA-verzekering. Van joh, hoe zit dit nou eigenlijk? Het interessante is... Het lijkt alsof ik heel veel professioneel werk doe qua, dronefotografie, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Het is bijna allemaal voor privégebruik, dus ik val eigenlijk nog gewoon onder mijn normale verzekering. Ik heb mijn WA gevraagd van, joh, word ik gedekt als ik met een drone vlieg? Nou ja, punt en blablabla. Bla, bla. Dus dat, voor mij was dat voldoende. Maar het is in ieder geval interessant om het even na te vragen, ben je gedekt? Want er zijn een hoop WA-verzekeringen die het niet dekken. Dus dat is inderdaad wel een hele goeie om daar even over te praten. Oké, Brobust die antwoordt ook op Jan Willem, dus dat is mooi. Wanneer meeste drones kunnen... Ja, precies. Dus Colin die zegt het ook al. Meeste drones kunnen inderdaad RAW plus JPEG. Dat is inderdaad meestal wel de beste optie. Waar is die foto gemaakt? Vraagt Michel. Ik weet niet precies. Oh, gaat denk ik over deze foto. Dit was in Noord-Holland bij de, zo heet dat, de OT-molen uit mijn hoofd. Even kijken... Niek die zegt hier ook over de mist. Ja, hoe sta ik er tegenover? Ik ben heel erg van, joh, je moet lekker eigenlijk zelf weten. Denk goed na voordat je het doet en wees bewust van wat je aan het doen bent. Dat is denk ik wat ik het belangrijkste vind daarvan. En doe het niet bij Schiphol. Dat is denk ik de mooiste tip. Geldt de sweet, dit vraagt Sam Polak, geldt de sweet spot alleen voor foto of ook voor video? Dat geldt ook voor video. Het is gewoon de lens. Het gaat om de lens. Dus in dit geval is dat voor alles. Even kijken. Even zien, hier vraagt Robust 1,40, 1,50 overdag is pittig belicht. Wat voor filter gebruik je dan? Nou ja, laat ik zeggen, dit was de minimale waarde voor foto's, dus je kan natuurlijk een stuk hoger. Maar inderdaad, qua video zit je ook snel op 1,50ste bijvoorbeeld. Daar kom ik straks nog wel een stukje op. Wat voor filter gebruik je dan? Ja, ik gebruik ND-filters en dan is het meestal een ND16 of ND32. Maar daar kom ik straks ook nog op terug, dus dat is een specifiek antwoord. Bij mist heb je geen visual line of sight. Nou, dat is niet helemaal waar. Het ligt er heel erg aan hoe dicht de mist is. Ik heb namelijk laatst ook nog een foto gemaakt bij Naar de Vesting. En dan hing er bij Naar de Vesting wel mist, maar waar ik was niet. Dus ik kon eigenlijk perfect zien waar dat ding hing. Dus dat is niet helemaal waar. Nou goed, en dan zijn er nog een hoop. Ik ga denk ik straks weer eventjes hier eventjes doorheen. Want er zijn nog wel een hoop andere vragen. Maar goed, dat komt zo. Dan. We zijn nu bijna bij het vliegen, dus ik noem het pre-flight, coole term als vlieger, maar goed, pre-flight. Daar hoort bij, hè, nieuwe wetgeving, die zegt ook dat je allerlei dingetjes moet gaan doen, dus hou je rekening mee, waaronder je drone controleren. Kijk wel eventjes, zeker als je bijvoorbeeld een drone hebt waarvan je de propellers eraf haalt en weer later opzet en die heeft een poosje gestaan, allemaal dat soort dingen. Controleer echt eventjes of ze vast zit en alles goed zit, dat bespaart je een hoop ellende.
de omgeving. Werk je bijvoorbeeld met een observer, dus iemand die bij je staat om je te helpen, een waarnemer, zeg maar. Stem even goed met elkaar af. Wat is de omgeving? Moeten we iets afzetten? Is dat het beste idee? Of is er eigenlijk helemaal niks? We staan op een grasveld en het is helemaal prima. Dus het is meer eventjes een awareness voor jezelf van, joh, wat is er? En wat is nou het grootste gevaar dat er hier kan gebeuren? Dat is vaak ook iets om over na te denken. Kan er bijvoorbeeld hier ineens een auto rijden of niet? Want dat is toch wel, kan een ding zijn. Zeker als je net moet landen, je batterij is laag, bijvoorbeeld zoiets. Het is interessant om toch heel eventjes over na te denken. Staan mijn instellingen goed? Zeker als je bijvoorbeeld een update hebt gehad, is dat toch wel heel interessant om eventjes goed te checken. Ik heb wel eens gehad dat ik bijvoorbeeld alleen maar JPEGs heb gemaakt. Nou, gelukkig waren de foto's best wel goed, dus ik hoefde er niet al te veel aan te doen. Dus het was niet echt een drama, maar het is toch heel erg zonde als je thuis komt en ineens ziet, de firmware update, dus van de drone zelf, die heeft daadwerkelijk al mijn settings eigenlijk aangepast. En het is ook zonde eigenlijk van je batterijtijd als je dan aan het vliegen bent, want die is natuurlijk relatief beperkt, hè, de batterijtijd, om dan alle instellingen weer aan te moeten passen, terwijl je dat ook vooraf had kunnen doen. Ik had het net ook even genoemd, de wind. Die kan toch best wel pittig zijn, zeker als je met een Mini 2 vliegt, dat je er rekening mee houdt hoe hard kan de wind zijn voordat hij het niet trekt. En hou er rekening mee van welke richting komt de wind. Dus stel je voor, je wil je foto maken met de wind mee, blijf dan niet tot bij wijze van de batterij gaat zeggen, hij is bijna leeg, ik heb genoeg om terug te komen. En dan pas terugvliegen. Want wat er dan gaat gebeuren, dan moet hij ineens tegen de wind in gaan werken, waar de drone in ieder geval in dit geval geen rekening mee houdt. Dus die vliegt gewoon tegen de wind in, vrolijk, totdat de batterij leeg is. En dat is natuurlijk doodzonde, want dan gaat hij landen op een plek waar je dat niet wil. Hier hadden we het net eventjes over de filters. Wil je er een filter op, ja of nee? En vaak, als het fel overdag is, is mijn advies, doe het wel. Je hebt bijvoorbeeld CP-filters, dat zijn circular polarizer filters, die halen bepaalde reflecties weg. Als je kijkt naar deze foto rechts, dit is een drone shot van iemand die aan het surfen is, dan zie je, zeg maar, dat de reflectie van het water grotendeels weg wordt genomen. Want normaal, als je naar water kijkt, zie je natuurlijk al die soort sterretjes en sparks, als het ware, vanaf het water komen. En die neemt dit weg, zodat je foto gewoon iets mooier belicht wordt. Daarnaast, als je gaat filmen, is het zeker overdag ook, is het heel erg verstandig om wel te doen. Want met filmen wil je eigenlijk het liefst een sluitertijd die een stukje lager is. Je hebt bijvoorbeeld je frame rate die je kan instellen. Dus stel je voor 4K 25, dat is dus 25 frames per second, zeg maar. Dan wil je eigenlijk een sluitertijd hebben van 1/50ste. En zeker als je je aperture niet kan aanpassen of je wil hem op de sweet spot houden, dan moet je eigenlijk even zoeken naar welke ND-filter ga ik gebruiken zodat ik dit kan bereiken. Ja, en dat kan je ook op de grond gewoon testen door hem tegen het licht in te houden en dan even te kijken van, joh, komt die dan goed uit? Nou, en nogmaals, nieuwe regels in acht nemen. Ze zijn toch wel redelijk veranderd allemaal, dus wees hier gewoon bewust van. En nogmaals, we zijn allemaal volwassen genoeg om hier, denk ik, normaal mee om te gaan. Ik ben ook geen heilige, ga ik absoluut niet zeggen dat ik dat ben, maar wees wel common sense, denk even na voordat je dingen gaat doen. Dan ga ik weer heel eventjes naar links kijken, ik weet niet of hier mensen nog vragen over hebben. Mini 3. Even kijken, je vraagt, maak je foto's in manual of aperture of shutter? Nou, het is eigenlijk heel grappig. Ik benoem het niet zo, omdat deze opties bestaan niet zo specifiek op mijn drone in ieder geval. Het is alleen maar dat ik auto aan of uit kan zetten van een sluitertijd of van een aperture. Ik zet ze allebei, ik laat meestal de sluitertijd gewoon aanstaan, zeker voor fotografie op auto. En ik zet die van, dus ik zit eigenlijk in shutter priority. Even aperture priority, want ik zet de aperture zet ik vast. Want ik wil eigenlijk liefst gewoon op f4 of f5.6, daar ergens in deze regio met mijn drone in dit geval, daar wil ik die foto maken. De ISO-waarde zet ik ook op 100, dus die staat ook vast. Dus op die manier schiet ik eigenlijk dus een aperture priority en laat ik de drone lekker bepalen. Dit is de sluitertijd die ik wil. En alleen als ik dus zie dat die echt veel te laag wordt, dan zou ik deze zelf gaan aanpassen. Even kijken. Dan vraagt Lawrence hier, zou je aanraden om meerdere foto's te nemen en deze later samen te voegen tot één ideale foto? Heel groot ja. Alleen dit is ook een iets geavanceerdere techniek. Dus ik kom hier later nog wel heel even op terug. Maar dit is zeker iets, als je een bepaalde foto wil in lichtcondities, iets om rekening mee te houden. En op die manier kun je bijvoorbeeld ook hele grote foto's maken, panoramafoto's. En dan ook nog deze, zeg maar, HDR-panoramafoto's. Dus dat zijn allemaal hele mooie functies waar we straks nog even op terugkomen. Maar dat zou ik zeker aanraden. Wat is jouw ervaring met vogels? Ja, ik heb in dat opzicht mazzel, denk ik. Ik ben nog nooit aangevallen of iets. Ik heb wel eens vogels gehad die geïnteresseerd zijn erin, maar ik merk als ik, zeg maar, dan blijf hangen,
dan blijven ze dus heel erg om je heen hangen. Maar als je gewoon wegvliegt, en dat is dan meestal ook mijn advies, vlieg even weg, dan laat ze je ook daarna weer met rust. Even kijken, wat zijn je twee FAVO go-to filters voor een drone en waarom? Nou, ik had er net al eentje benoemd, dat is mijn CP-filter. Waarom? Die neemt dus het licht weg zonder dat je te veel belichting wegneemt van de sensor. Dus hij is niet zo super donker. Dus je behoudt je, eigenlijk je waardes van je sluitertijd grotendeels. Dus dat vind ik er heel fijn aan. En de tweede is denk ik de ND32, dus dat is neutral density zoals het heet. Die neemt een paar stops licht, neemt het weg, waardoor je dus met een lagere sluitertijd kan werken. En dat is vooral voor filmen, komt ND32 zeker overdag vaak wel heel mooi uit. Dus dat is een van mijn favorieten. Even kijken, hier vraagt bij Mark, die vraagt, heb je een basisregel waarop je bepaalt ND16 of 32 te gebruiken? Je hebt de Polar Pro, die heb ik ook trouwens. En ik gebruik altijd de ND Polarizer 8. En hij heet Mark, yes. Even kijken, waarop ik het bepaal, het is eigenlijk hoe feller het licht. Ik heb gewoon een beetje uit ervaring en vaker doen gemerkt, als je ND32 erop zet met echt fel zonlicht, ja, dan kan je echt een hele lage sluitertijd halen. En dat is dan in dat op zich gewoon eventjes het makkelijkste. En zeker omdat mijn diafragma aangepast kan worden, kan ik hem altijd naderhand nog aanpassen. Maar dan weet ik in ieder geval dat ik nooit, als ik video schiet, en dan gaan we het hier eigenlijk over foto, maar goed, dit is even over de ND specifiek. Als ik video ga schieten, dan weet ik in ieder geval dat die niet overbelicht gaat zijn. Of dat ik naar F11 moet, want dat zou ik gewoon heel erg zonde vinden. Maar als het al een klein beetje een wolkje of iets in de buurt is, dan zet ik eigenlijk al meteen de 16 erop. Want dan heb je veel meer marge en veel meer speling. Dus in dit opzicht, je hebt een Polarizer 8 of een ND8, sorry. Dus dat zou in theorie natuurlijk ook al een hoop omlaag kunnen halen. Alleen ik kan me voorstellen dat je in felle zoncondities niet 1/50ste gaat halen. Dus Even kijken hoor. Dan zegt Isje, die zegt, is het niet ieder liter 60 frames per second, omdat social media en YouTube allemaal NTSC? Nou ja, kan, maar je kan natuurlijk zelf bepalen wat jij uploadt. Dus in dat opzicht, als jij zelf kiest, ik upload een filmpje van 30 frames per second, dat zou gewoon kunnen. Je kan natuurlijk ook 60 kiezen en dat soort dingen. En dan heb je wat meer keuze misschien voor slow-mo. Maar goed, dit is allemaal, ik upload zelf bijna nooit iets, dus daar weet ik ook niet alles vanaf. Maar het is alleen maar interessant om rekening mee te houden als je 60 frames per second zou kiezen, dus 4K 60, dat je dan bijvoorbeeld met een sluitertijd van 1/120ste gaat werken, zodat het wat soepeler blijft. Even kijken. Zwaluwen zijn torpedo's die drones aanvallen, weet ik uit ervaring. Nou, dat is niet zo mooi, Tommy. Is je zegt hier 60, ik bedoel natuurlijk 30. Oké, nou goed, dus 30 zou inderdaad ook kunnen. Is de camera van de Mavic 3 beter dan die van de Mavic 2 Pro? Vraagt Werner. Nou, ik zou mijn review voor camera nu gaan kijken. Ja, hij is wel beter. Hij had alleen een beetje hiccups aan het begin. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Maar inmiddels met alle software updates is alles wel opgelost. De drone is alleen verschrikkelijk duur. Dus als je een Mavic Pro 2 hebt en je bent er blij mee, kan je daar natuurlijk prima bij blijven. Marvin die vraagt, hoe vaak gebruik je noise stacking? Ik denk misschien 1 op de 30 foto's, iets in die richting. Niet heel vaak, waarom? Omdat vaak met die condities dan ben ik eigenlijk niet meer aan het vliegen. Plus de Mavic 3 is als het schemer wordt toch wel echt een stuk beter dan bijvoorbeeld de R2S die ik ervoor had. Even kijken hoor. Nou, en voorlopig laat ik het heel eventjes gaan. Even zien, dan gaan we praten waar we het eigenlijk over willen hebben en dat is de compositie. Je ziet hier eigenlijk een hele simpele foto. Het is namelijk gewoon een brug. Het is gewoon een weg. Alleen door het kiezen van het moment en dat je nog een extra onderwerpje hebt, in dit geval de auto, krijg je eigenlijk een hele dynamische foto, een hele interessante foto. De zon die komt hier in dit geval van de bovenkant van de foto. Die schijnt op deze brug en die heeft van die mooie lussen, waardoor dat een heel groot gedeelte van je foto wordt. Ja, en het kleine autootje, als je hem zou wegdenken, dus als je voor de gein je vinger voor het scherm zou houden en je denkt die auto weg, dan is de foto ineens best wel saai. Dus dat is de kracht in mijn ogen van de compositie, van kies je momenten. Maar goed, daar gaan we het nu over hebben, van hoe kies ik die momenten en wat zijn mijn tips. Nogmaals, compositie, licht is denk ik het allerbelangrijkste. Ik heb ooit een keertje ergens in een webinar ook gezegd, laat het licht voor je werken. Ik vond dat toen een prachtige zin, ik vind het nog steeds een prachtige zin. Het is ook gewoon zo. Je zag het net met de foto, het licht bepaalde dat die schaduwen zo naar buiten komen. Zeker als het golden hour is, dat is toch wel een van de favoriete momenten voor een drone in ieder geval. Blue hour is ook waanzinnig, maar dat is met een drone gewoon een stuk lastiger te realiseren. Maar goed, golden hour, dan heb je dat mooie, die mooie gloed zoals je hier rechts ook op de foto ziet. Kies een onderwerp, dat kan natuurlijk van alles zijn. En in dit geval, als ik zeg onderwerp, de boom is het onderwerp. Maar de boom wordt alleen maar echt het onderwerp door het licht.
Want als je de schaduw weg zou denken van deze foto, van die boom die hier rechts staat, dan is het eigenlijk best wel een hele saaie foto. Maar omdat het licht zo is en dat die schaduw zo groot is, dan valt de boom ineens heel erg op. En dan zie je gewoon van, hé, die foto werkt omdat het licht van die zijkant komt en dat die schaduw dus zo groot wordt. Dus dat is heel interessant om rekening mee te houden als je je onderwerp kiest. En ik moet heel eerlijk zeggen, deze heb ik niet gescout, helemaal niet. Ik was toevallig in dit gebied, in de buurt van een golfbaan, en ik zag deze boom prachtig met die schaduw voorbij komen. En toen dacht ik, ja, dit vind ik wel gewoon een heel gaaf aanzicht. En dan heb ik het nog over timing, als we het hebben over compositie in dit geval. Met timing bedoel ik meer, denk aan evenementen zoals, nu is het tulpenseizoen. Dat is natuurlijk een bepaalde vorm van timing. Het is eigenlijk een seizoen, maar in dat opzicht bedoel ik timing van, je hebt een specifiek iets. Stel je voor, er is een boot-event met allemaal riva's en jij vindt riva's heel gaaf. Ik zeg maar wat. Gaan ze niet te veel last vallen, maar bij wijze van, dan weet je van, nou, dat is de timing waar ik op doel. Van, oké, het is nu tulpenseizoen, dus ik ga tulpen fotograferen. En die zijn op dit moment het mooiste, of een ander onderwerp. Maar goed, dat bedoel ik een beetje met de timing. Ik weet niet, dit is echt een beetje de basis voor mij van compositie. Stel gerust hier vragen over. Ik kan me voorstellen dat er een hoop mensen zijn die hier wel interesse in hebben. Dus ik ga heel even kijken. Niek zegt, drones worden gezien als prooi. Nou ja, dat klopt wel. Ja, zeker als het groot vogel is, die wil wel hebben. Even zien. Wat verwacht jij van de Mini 3? Nou ja, ik ga daar nog even niks over zeggen, maar ik denk dat die heel gaaf wordt. Heb je al deze foto's zelf genomen? Vraagt Jasper. Ja, alles wat je hier ziet heb ik allemaal zelf genomen. Of speciaal voor jullie voor deze webinar, of gewoon uit mijn archief. Dus ja. Die vaak mooie overbelichte hoeken, doe je dat dan in de edit? Vraagt Emiel. Ja en nee. Het is een beetje een combinatie. In dit geval heb ik het wel iets meer in de edit gedaan, maar het is ook een soort van klein trucje als je foto's maakt met een drone, dat als je richting het licht gaat met je drone, zeg maar, dat je de zon kan opzoeken. Dus dan valt die echt in je lens en dat zie je ook, want dan wordt alles overbelicht en dat ziet er gewoon niet uit. Maar als je hem dan net buiten, alsof je een soort schaduwkapje heeft, zeg maar, net buiten dat lichtframe als het ware zet, dan krijg je wel die glow aan de zijkant een beetje erin van de zon. Maar dan zul je wel zien dat je onderwerp, of waar je op schijnt, in dit geval dus de boom, dat die dan alsnog normaal belicht blijft. En ja, in nabewerking versterk ik dit effect, maar vaak zit het er wel al in, omdat het helemaal namaken vind ik dan niet zo heel mooi. Het kan natuurlijk altijd, maar goed, het is, dat is een beetje het trucje die ik aanhoud. Dus het is inderdaad kijken naar de zon en dan als je hem een soort van uitdraait, zul je zien dat je dan op een gegeven moment een plek vindt waarin je nog wel een beetje van die glow houdt in je lens, zeg maar. Maar dat je onderwerp wel gewoon normaal belicht blijft. Ik vraag Jasper Ellens, hou je vaak rekening met de golden snede? Nou, ik heb eigenlijk altijd, dat heb ik nu niet benoemd, maar dat is inderdaad wel een hele goede setting om aan te zetten. Dat is wel een tip helemaal aan het einde trouwens. Ik heb de rule of three thirds, zeg maar, heb ik allemaal aanstaan. Sorry, rule of thirds. Dus ik heb al die aanstaan en de diagonale. En hier let ik wel op, dus dat ja, bepaalde onderwerpen wel in bepaalde hoeken staan bijvoorbeeld. En de gulden snede, volgens mij is dat de Nederlandse term, dus de lus volgens mij, hè, die, ja, daar let ik niet heel specifiek op. Het is vaak op het oog, ook nu inmiddels voor mij, dat ik denk, nou, dit werkt goed of dit werkt niet goed. En als het niet goed werkt, dan, ja, dan gooi ik de foto ook wel gewoon weg. Even kijken. En Jasper zegt, camera nu heeft de Mini 3 al op de website gehad. Maar ja, dat kan ik natuurlijk niet verklappen. Dus, nou, dat weet ik niet. Geen idee. Ik geloof het meteen. Goed, we praten over compositie. Ik krijg hier op een flikker, sorry. Maar goed, we hebben het hier over compositie. En waar ik het dan nu heel eventjes over wil gaan hebben is, dit in mijn ogen, wat we hier voor ons zien, zijn zeg maar de drie grootste opties qua compositie afstelling van je drone gimbal, als het ware. Dus hij kan bewegen, hij kan rechtdoor kijken, horizontaal. En wat bedoel ik daar nou mee? Nou, dit is horizontaal. Dus als je die foto links ziet, dat is in de bergen gemaakt. Ik maak eigenlijk een foto alsof hij op een bepaalde tripod staat, een normale camera eigenlijk, die rechtdoor kijkt. Alsof ik op een bepaalde hoogte op een weg sta en gewoon rechtdoor kijk. Dus dat noem ik gewoon horizontaal. Nou ja, daar is een drone ook ideaal voor. Dat werkt dus perfect. Dat is eigenlijk een beetje wat ik aan het begin ook zei. Daar heb je dat water, daar kan ik net niet komen. Dus horizontaal wil ik die foto van mijn onderwerp eigenlijk zo maken.
Dan 45 graden, dat is misschien wel op dit moment een van mijn favoriete hoeken. Dat lijkt een beetje alsof je bovenop een gebouw staat en zo naar beneden kijkt en dan een foto kan maken. Je ziet het ook hier dat de horizon, die valt een klein beetje weg, die zit wat hoger in je beeld. En dan heb je een soort, ja, ik kijk naar de wereld, zeg maar, effect. Ja, en ik vind dat voor mij nu op dit moment een van de leukste. En dan heb je top-down / bird's eye view. En dat is 90 graden naar beneden. Dus dat is echt helemaal recht naar beneden, zeg maar. Dat was voor mij aan het begin een soort eye-opener. Want dat is zo waanzinnig gaaf. Want dan zie je ineens iets wat je echt nog nooit van je leven hebt gezien. Of in ieder geval een kleine kans dat je het ooit hebt gezien. Want zelfs in een vliegtuig heb je dit bijna niet. Want je kijkt nooit echt recht naar beneden. Misschien als je een helikopter vliegt met een glazen onderkant. Dat je recht naar beneden hebt gekeken. Maar voor de rest is dit eigenlijk nooit het geval. Of misschien een soort lookout met een glas erin. Maar het is zo gaaf om bepaalde patronen en dingen uit de lucht te kunnen zien als je recht naar beneden kijkt. Zoals op deze foto, dit is dan een tulpenveld. En dan zie je ineens van, hey, grappig, waar, waar die sproeier staat, dat is dus een bredere lijn dan de rest. En ja, het is gewoon, dat geeft een heel gaaf effect. En zeker de zon van de zijkant die dan de sproeier belicht. Het is gewoon heel gaaf. En ik had ook nog helemaal aan het begin had ik ook een foto. Ik ga me toch heel snel bijpakken, dus sorry voor dit snelle switchen. Maar deze foto, dit is ook een top-down. Het onderwerp is hier ja, eigenlijk een soort samenvoeging van dingen. Het is heel abstract, want ik gok dat de meesten niet eens helemaal doorhebben van wat is dit nou eigenlijk precies. Maar goed, het is in ieder geval een boot die fonteinkruid weghaalt. En fonteinkruid is eigenlijk iets, ja, een soort wier wat in een meer zit. En dat groeide een zomer zo uit de klauwen, dat kwam helemaal naar boven. En dat begint dan ja, een soort los te laten door de zon. En dan krijg je dus van die soort ja, waaiers die eruit kwamen. Ja, en dat vond ik toen zo gaaf om te zien. En dat zie je echt alleen maar als je van boven zo recht naar beneden kijkt. Even kijken, dan zijn we hier. Ik ga heel veel kijken of er vragen zijn. Wellicht dat je ook nog vragen hebt, dan heb ik weer even 30 seconden nodig. Mark zegt, die sneeuwfoto is zo gaaf. Nou, dankjewel. Dit is wel echt de Mavic 3 die dit dus, zeker met de Twilight. Hè, je mag nog net in Twilight mag je dronen. Maar goed, die kan dit echt perfect. Dus dat is super gaaf. Oké. Ik mocht het niet lezen. Nou, sorry Jasper. Birdseye is ook zeker mooi in de herfst. Daar ben ik het helemaal mee eens. Want dan heb je natuurlijk alle kleuren. Dus dan heb je bossen en dat soort dingen. Dat is echt super gaaf. Dan heb je al die kleurpatronen die naar buiten komen. Dat is heel gaaf. Die horizontale is fantastisch. Toch blijft top-down wel mijn favoriet om te maken, zegt Marco. Nou, dat snap ik. Want dat is dus het unieke beeld die we normaal eigenlijk nooit kunnen zien. En alleen maar als je je drone opstijgt dat je dat kan zien. Kevin zegt, super mooie foto's. Een goede webinar. Nou, dankjewel Kevin. Super leuk om te horen. Die linker sneeuwfoto, Martijn zegt dit, die heeft prachtig licht ook vanuit de huisjes. Is het nog steeds rond de 1,50ste of voelt het meer als 1,10 of nog langer? Nou, dit is inderdaad wel een interessante. Dit is inderdaad een stuk korter, want anders kan het niet. Maar goed, dat doe ik dan heel bewust. En dat gaat hier over de algemene instellingen. Maar je kan het natuurlijk altijd proberen. En in dit geval werden ze wel scherp. Het was ook windstil, dus dan kan hij het best wel goed. Maar ja, mijn doel is om jullie tips mee te geven dat eigenlijk elke foto die je maakt zo goed als scherp is. En dit is dan een iets andere techniek, want het is wat donkerder. Dus dan zou je sluitertijd omlaag kunnen zetten. Ik heb mijn ISO wel altijd op 100 gehouden. Maar dan, ik weet toevallig van deze foto, ik heb er volgens mij misschien wel 25 gemaakt en er waren er maar 2 scherp. Dus dat is iets om rekening mee te houden. Het is niet point and shoot en hij is scherp. Nee, dan is het echt specifiek gaan zoeken naar welke scherp is. En nog steeds voor mij de feedback op je schermpje of je remote of wat je dan ook hebt. Als je gaat kijken naar de foto, dat is een heel laag kwaliteit thumbnail dingetje. Dus als je dan inzoomt, dan kan je eigenlijk nog steeds niet zien of je wel of niet scherp is. Dus ja, dan is gewoon de truc, maak er gewoon superveel. En dan zit er hopelijk iets tussen. Even kijken hoor. Ik zie dat je compositie vaak verticaal draait. Hoe schiet je die met voorbedachte raden? Of is dit gewoon echt heel veel? Een gewoonte na veel oefenen. Nou, dit is interessant, maar dat komt omdat ik ben eigenlijk heel erg begonnen met dronefotografie door Instagram. En Instagram had een 5:4 ratio. Dus dat was op een gegeven moment mijn soort van go-to
compositie weg. Ik kom er straks nog op terug, maar die schiet ik door middel van een panorama optie. Dus ik zie eigenlijk een scène en dan denk ik, nou, als ik die dus aan elkaar plak, dan krijg ik dus deze foto. Met een top-down is het weer iets anders. Dan heb je natuurlijk, als je naar je schermpje kijkt, recht een soort van wat de normale wereld is. Maar als je natuurlijk je drone bij wijze van 90 graden draait, dan krijg je eigenlijk al je verticale foto. Maar ik merk nu aan mezelf dat ik steeds meer terugga naar echt wel landscape. En dat ik ze eigenlijk allebei maak. Dus dat ik, want ik merk nu heel vaak dat ik er tegenaan loop dat ik dus alleen maar verticale foto's heb gemaakt. Terwijl ik eigenlijk achteraf misschien ook wel heel gaaf had gevonden om gewoon een landscape te hebben. En die zit er tussen met die panoramafoto's. Maar vaak is dit dan bijvoorbeeld de onderste helft. Of zit die net niet goed qua compositie. Dus. Maar goed, iets om rekening mee te houden. Goed, dan wilde ik het eventjes hebben over diepte creëren. Want dat is iets wat je met een drone heel erg goed kan doen. En wat iets is waar je ook heel veel rekening mee moet houden. Met een camera op de grond kan je vaak diepte creëren door een onderwerp ervoor te zetten. Of met een bepaalde diafragma te werken. Dat die dus blurry wordt en je onderwerp scherp. Of je zet ergens een soort mooi framepje waar je doorheen kan kijken. Dat is met een drone allemaal iets lastiger. Want het is natuurlijk een beetje moeilijk om op een afstand tussen een boom door precies een frame te gaan vinden waar je dan een foto door kan maken. Plus, misschien crash je je drone wel, dus dat is allemaal hartstikke zonde. Dus hoe gaan we dan een bepaalde diepte creëren? Want je onderwerp ligt toch vaak op dus bijna dezelfde afstand als de rest van de foto, als het ware. Dus als je naar deze foto kijkt die je hier ziet, dit is het Muiderslot. Nou, wat valt dan al mij in ieder geval meteen op? Ja, het Muiderslot is wel echt het hoofdonderwerp, maar eigenlijk de foto... links loopt hij wel redelijk mooi, maar rechts is een beetje een dode hoek. En dat is eigenlijk best wel zonde. En daarachter zie ik wel iets gebeuren, maar ook niet echt. En het is een beetje lege lucht. Dus, nou goed, ik heb dus nu hiervoor gekozen, bewust. Ik maak 3 foto's op dezelfde plek, maar een andere hoogte. En het, volgens mij is het hoogteverschil echt maar 30 meter, dus helemaal niet superveel. Maar meer om aan te tonen, wat doet dat met de diepte van je foto? Dus dit is foto 1, dit is dan foto 2. Ik ga er eerst even doorheen en dit is foto 3. Dus het is dezelfde plek. Maar gewoon een andere hoek natuurlijk, maar ook andere hoogte. Dus als ik dan, even kijken, dit is foto 1. Als ik dan naar foto 2 ga, wat me dan al meteen opvalt is die rechterhoek. Hè, die wordt wat minder dood, want daar gebeurt gewoon wat meer. Ik zie ineens links, zie ik ineens een haven. Hey, dat is eigenlijk best wel leuk. Ik vind nog steeds het kasteel is heel mooi het middelpunt in dit geval. En de horizon is wat minder aanwezig. Dus voor mij werkt deze foto bijvoorbeeld al iets beter, of een stuk beter, dan de eerste. En dan bij foto 3... Eigenlijk is de foto was iets wijder, dus de onderkant van de foto had iets meer ademruimte, om het zo maar te noemen. Maar goed, dus dan zie je mooi de tuin van het Muiderslot in dit geval. De haven is wat meer aanwezig. In dit geval vind ik dat wel heel leuk. Waarom? Als je met de haven meebeweegt, dan gaat hij naar de uitmonding van deze haven. En dan eigenlijk kom je in een soort niemandsland, zeg maar, qua foto. Maar dan dwaalt je oog weer rustig terug naar het kasteel. Dus ik vind eigenlijk dat deze foto best wel heel erg leuk werkt. En ik heb deze speciaal voor jullie gemaakt om dus de diepte te laten zien. Nog 1 keer zo de 3 dieptes. Dus wees je bewust als je op de locatie bent. Speel een beetje met je hoogte. Ga even kijken van hoe komt nou eigenlijk wat ik wil fotograferen er het beste uit. Dit kan af en toe eventjes zoeken zijn. Misschien heb je de hoek wel gevonden, maar de hoogte nog niet. Dus blijf een beetje kijken. Je kunt altijd al gewoon foto's maken, want dan heb je ze maar gewoon. Maar ik kies er heel vaak voor. Ik maak de foto niet als ik al zie van hier ga ik eigenlijk nooit iets mee doen. Dus dan blijf ik zoeken naar een compositie die mij bevalt en dan pas maak ik de foto. Ik weet niet of iemand hier vragen over heeft. Even kijken, Vinky die vraagt, goed filmen met een drone blijft lastig, dit gaat wederom over video. Je gaat gauw snel, kun je het achteraf aanpassen editen? Nauwelijks tot niet, dus nee. Maar je hebt bepaalde instellingen in je drone die je kunt aanpassen waardoor die minder snel draait. Bijvoorbeeld, ik zou het voor jouw specifieke drone opzoeken, dit kan je vast googlen, hoe je die instellingen aanpast en dan gaat hij wat langzamer vliegen en dan kan je ook wat soepeler filmen. Even kijken, en dan zegt Ron, die zegt hier wat ik een super optie vind bij de Mini 2 is quickshot en dan de panorama optie met het wereldbolletje. Nou bijvoorbeeld, hè, dat komt straks ook nog terug in de webinar, dus ik zal er niet... te lang blijven hangen, maar je hebt allerlei ingebouwde opties vaak tegenwoordig nu met drones. Waardoor je bijvoorbeeld automatisch een panoramafoto kan maken, wat voor je telefoonscherm bijvoorbeeld heel handig is. Maar ook hele andere bijzondere foto's met inderdaad een wereldbol of een soort allerlei, laat ik zo zeggen, in ieder geval super veel opties en heel gaaf om te proberen. Even kijken, dan gaan we verder.
praten nog steeds over compositie. Hier rechts is de Oosterscheldekering die ik heb gefotografeerd. En hier is ook weer lijnenspel. Heel relevant, want je ziet de lijnen komen van links, maar ook van rechts, zeg maar. En dan boven is een dode hoek, maar die wilde ik juist zo houden. Ik heb nog in Photoshop een keertje die lijntjes rechts weggehaald allemaal om hem helemaal strak te maken. Maar eigenlijk vond ik dat een beetje zonde. Dus die heb ik toch maar laten zitten. En we hadden het net over, is dit een gewoonte geworden, die verticale foto's? Ik weet toevallig, als ik op een specifieke manier in specifieke hoeken 3 tot 4 foto's maak en ik voeg die later samen toe, dan krijg ik eigenlijk dit eindresultaat. En je ziet het, hij is een beetje gedraaid, de foto. Dat is best wel gek eigenlijk om te zien. Maar er zit heel weinig in dat opzicht nabewerking in qua draaien van de foto. Dus dat is wel interessant. Dat is ook een beetje spelen en een beetje proberen. Kijken van, joh, hoe gaat hij dat dan doen? Goed, nogmaals. Compositie, portrait of landscape. Ik zou proberen, als het lukt, om allebei te doen. Maar wees je bewust van, waar maak ik de foto voor? Stel je voor, het is voor een klus of het is voor jezelf. Ik wil thuis een foto aan de muur. Hou je rekening mee, want het is heel moeilijk om van een landscape een portrait te maken. Maar misschien nog wel moeilijker uiteindelijk om van een panorama portrait een landscape te maken. Omdat je toch die breedte mist die je misschien had willen hebben. Lijnenspel is iets waar ik altijd ontzettend op let. Ik zei het net al bij deze foto. Kijk, hoe lopen de lijnen? Uit welke hoek komen ze? Als je je rule of thirds aan hebt staan, waar zitten de lijnen? Hoe komen ze in je scherm? Als je je drone net 10 meter naar links zet of iets hoger of iets lager zet, hoe komen ze dan naar voren? Zijn ze dan te veel aanwezig of niet aanwezig? Allemaal dat soort dingen. Nou, diepte, daar hebben we het net over gehad. Speel met de diepte. Kijk, wat doet het met je foto? Als ik nu, ik heb mijn lijnen goed, maar ik ga nu heel eventjes iets omlaag. Wat gebeurt er dan met de diepte? Verdwijnt die of wordt die juist nog beter omdat je onderwerp er beter uitkomt? Dat soort dingen. Dan heb ik nog props staan. En props klinkt misschien een beetje als een gekke term. Met props bedoel ik eigenlijk alles wat jij zelf kan controleren. Of bijvoorbeeld een extern iets waarvan je weet dat het er is. Dus laten we zeggen auto's die voorbij rijden. Dat zijn zeg maar dus je onderwerpen eigenlijk die voorbij kunnen rijden en iets extra's geven aan je foto. En met een prop bijvoorbeeld, ik weet dat Boyan, ik weet niet of mensen hem kennen, maar die heeft hier heel veel mee gedaan. En dat is bijvoorbeeld, je staat in een hele gave plek, bijvoorbeeld een doolhof, ik zeg maar wat, sta je in het midden. Ja, en als persoon zelf, als je daar staat, dan heb je al een bepaald onderwerp, want je ziet jou, dus dat geeft een schaalgrootte en dat soort dingen. Maar waar hij eigenlijk heel erg, tenminste was mij opgevallen, mee was gekomen is, ik pak een paraplu die knalroze is of weet ik veel, iets van een ander kleurtje. En dan in één keer popt dus hij als onderwerp er ontzettend uit. En dat bedoel ik echt met props. Dus probeer daar ook een beetje mee te spelen. Soms is het heel leuk. Bijvoorbeeld, je ziet ook wel eens van die foto's en dan zou je dat zelf kunnen doen van een basketbalveld. En dan lig jij eigenlijk op het basketbalveld van boven, bijvoorbeeld met een top-down, dat soort dingen. Daar kan je ontzettend veel mee doen. Hier praat ik weer over panorama. Ik heb het al wat vaker benoemd. Ik kom er straks op terug hoe je dit eventueel kan doen. Maar goed, is dit iets wat je wil? Hou er rekening mee hoe dit dan werkt en wat voor effect dit heeft op je foto. Want zoals bij deze foto bijvoorbeeld, je ziet hier onderin dat eigenlijk doordat het een panorama is geworden, dus 3 foto's aan elkaar of nog meer, dat Lightroom die plakt dat aan elkaar, maar die rekt hem vaak ook een beetje uit. Dus bepaalde schaalgroottes kunnen net anders worden. Dus houd in je achterhoofd dat het eventueel zou kunnen gebeuren. En wat ik net ook al zei met lijnenspel en diepte, kijk welke opties werken eigenlijk het beste voor deze foto. Dus is het een horizontale foto, is het die 45 graden of is het juist die top-down die het ontzettend gaaf maakt. En wat ik eigenlijk altijd echt probeer te doen is alle 3. Soms mag het niet, maar goed, hè, je kan er niet overal een top-down van maken. Maar het is wel interessant om er rekening mee te houden. Hou niet te veel vast aan die ene foto, want dat zou zonde zijn. En dan kijk ik weer heel eventjes naar links. Even kijken, ik zie hier iets staan van Vinky. Zijn er meerdere plekken dan Google Maps om een 360 pano foto te laten zien? Goeie vraag, geen idee. Misschien dat iemand in de chat het weet. Mevrouw Geluk zegt, wauw, mooi, die staat op het verlanglijstje om eens te maken. Interessante locatie om te vliegen. Ik weet niet precies over welke foto het gaat, mijn de slot of deze, maar het is inderdaad een mooie locatie. Gebruik je altijd filters op je drone, vraagt Vinky. Nou ja, dus dat doe ik eigenlijk altijd wel. Ferry zegt superleuke webinar, Joris, thanks. Nou, super, denk je. Pop, goede tip, zegt Jasper. Nou, helemaal top. Even kijken.
Ik had het er net al een klein beetje over. Ik heb het nu over vermijden. En wat bedoel ik met vermijden? Dat is vooral tunnelvisie. Het is heel makkelijk om te denken, ik wil deze foto, ik weet dat de zon ondergaat en dat bijvoorbeeld het licht nog gaat aanpassen. Dus ik wil deze foto, ik blijf hierop focussen. En ja, dat is het enige wat ik doe met mijn batterijtijd, om het zo maar te zeggen. In mijn ogen is het eeuwig zonde. Je ziet ook af en toe wel eens op fotolocaties mensen met een tripod stilstaan en de hele dag stilstaan. Nou, dat ben ik ook niet. Want ik vind dat zonde. Je bent op die plek, je gaat lekker exploren en dat is hetzelfde als met een drone. Vlieg een beetje rond, kijk om je heen, pak hem van een andere hoek. Ja, en misschien is die ene foto die je oorspronkelijk wilde maken by far de beste foto. Nou, dan tuurlijk, dan heb je hem. Maar probeer ook nog net even die andere hoek te krijgen of een andere lijnenspel bijvoorbeeld, of andere diepte. En ja, ga lekker spelen en ontdekken, zeg maar. Dus ja, probeer tunnelvisie wel echt te vermijden. Dan, te lage sluitertijd. Ik benoemde het net al een paar keer. Wees je er bewust van als hij onder 1,40ste of 1,50ste, 1,40ste ongeveer gaat komen en het waait best wel flink en je onderwerp is een beetje wat kleiner. Dat is meestal ook nog wel het probleem ervan. Zoals nu bijvoorbeeld, of het kan bewegen. Dat dan een foto, als je helemaal thuis bent en je zoomt in, dat die gewoon niet scherp kan zijn. Ik heb dat nu echt heel recent met het tulpenveld nog gehad. Het waaide best wel flink, dus de tulpen bewogen natuurlijk ook. De drone bewoog ook nog best wel redelijk. Het was niet keiharde wind, maar wel genoeg om alles te laten bewegen. Ik had er ND-filters op, dus ik ging met een lage sluitertijd werken. Voor de video prima, maar uiteindelijk voor mijn foto kwam ik erachter. Van een afstandje, als je het op het scherm ziet, ziet het prima scherp uit. Maar als je inzoomt, dan zie je dat alle tulpen onscherp waren. Ja, en dan, als ik dan thuis zit, dan baal ik eigenlijk wel dat ik dat dan, nou, daar niet genoeg op heb gelet. Of dat ik dus de drone even had terug kunnen halen voor als ik mijn video klaar had. En dat ik dan een foto ging maken en dat ik mijn ND-filter eraf haal en gewoon met mijn CP-filter bijvoorbeeld, of helemaal geen filter als er geen zon is, weer naar buiten was gegaan. Nou, ik had het ook al iets eerder gezegd bij de instellingen, de ISO te hoog. Ik zou dit ook echt ten sterkste afraden, want wat ik zei, je sensor, laat ik zo zeggen, softwarematig wordt dit allemaal verhoogd. En als je dan de foto ziet op een groter scherm, dus niet op je telefoon, of niet op de controller, zeg maar. Dan kan het zijn dat eigenlijk deze foto heel veel ruis heeft en helemaal niet scherp is en dat je er, nou, dat die bijna onbruikbaar is. Dus hou je rekening mee. Ik kan me voorstellen, soms zijn er situaties waarin het wel nodig is. Omdat je een bepaalde foto wil maken en het wordt net schemer en dan vind je dat gaaf. Tuurlijk, lekker doen, maar overdag zou ik hem absoluut altijd op 100 laten staan. Dan vermijden ND-filterkeuze. Dat is precies wat ik net eigenlijk benoemde. Als je deze eenmaal hebt gekozen, blijf dan niet te lang hangen als je merkt dat het net niet werkt. Haal hem dan liever terug en kies voor veilig, zeg maar, dan dat je door blijft gaan en denkt, nou, misschien worden ze toch nog wel scherp of misschien komt het toch nog wel goed. Want dat helaas bij mij bijvoorbeeld ook is niet het geval. En het laatste is roekeloos. Dus ja, ga niet gewoon als een gek over mensen heen scheren. En dat soort zaken, dat is gewoon niet handig. Mensen vinden, nou ja, nu zeg ik heel apart mensen, maar ik bedoel meer van omstanders vinden vaak drones niet heel gezellig of heel leuk. Ze denken allemaal vaak dat ze bekeken worden, dat jij met hun bezig bent. Terwijl vaak dan hang je bijvoorbeeld daar links ergens en dan kijk je totaal de andere kant op, maar toch voelen ze zich bekeken. Dus hou je heel erg rekening mee. Daarnaast een beetje de gedachte van, oh, dat redt hij wel. Dus ik vlieg net even wat verder met de wind mee en dan haalt hij het toch niet. En dan gaat hij ergens halverwege het water in of het veld in of iets in die richting. Het is gewoon iets om rekening mee te houden. En wederom, ja, common sense. Probeer rustig na te denken van, joh, als ik hier nu als bijstander zou zijn, zou ik dat relaxed vinden als die persoon dat aan het doen is. Dus vind ik ook onder het kopje vermijden vallen. Even kijken. Nick die vraagt, gebruik je ook Lightroom? Ja, zeker. En wat voor preset, instellingen en trucjes gebruik je daar? Daar kunnen we straks nog heel veel over kletsen. Dus stel gerust die vragen, want dat kan dan straks aan het einde allemaal komen. Want dat is wederom iets geavanceerder. Dus ik heb daar superveel informatie over. Daar kunnen we het zeker over hebben. Maar ik denk niet nu. Even kijken. Hier zegt Mark... Nou, hij zegt misschien de stomste vraag van de avond, maar hoe kies je tussen portrait en landscape? Ik krijg alleen maar landscape voor elkaar. Dat klopt, want tenzij je de Mavic Pro 1 hebt, om hem zo maar te noemen, die kon draaien.
heb je die keuze niet. De enige optie die je hebt is om zelf een panorama bijvoorbeeld in de opties aan te klikken. En dan maakt de drone zelf een panoramafoto en dan maakt hij een JPEG van. Of je kiest er zelf voor. Trouwens, tegenwoordig kan die de originele ook nog bewaren. Of je kiest er zelf voor om 3 foto's te maken. Dus zeg maar, als je naar je scène kijkt, dan is het foto 1, foto 2, foto 3. Maar goed, ik zei net, daar komen we zo meteen op terug. En die kan je dan achteraf, in Lightroom bijvoorbeeld, kan je die samenvoegen. Dus nee, is helemaal geen stomme vraag, want dat is inderdaad niet een standaard optie. Ron die vraagt, hoe los je het op als de zon te fel schijnt op je tablettelefoon? Is het op te lossen met een zonneklepje of zijn er nog andere opties? Omdat je natuurlijk eigenlijk naar je drone moet kijken, heb je niet heel veel andere keuze dan inderdaad een zonneklepje. Ik heb gelukkig de luxe dat ik een controller heb, zeg maar, dus het merk zelf. En dat scherm is zo fel dat ik eigenlijk nog nooit heb gehad dat ik het niet kon zien. Het enige wat het wel natuurlijk is, het is heel moeilijk om je belichting dan juist te krijgen. Omdat het is heel moeilijk om te zien of het nou eigenlijk overbelicht is, onderbelicht. Omdat het schermje, die werkt zo hard om die informatie bij jou te krijgen. Dat kan zomaar zijn dat dit overbelicht uitziet, terwijl het helemaal niet is. Of andersom. Dus nogmaals, gebruik dan bijvoorbeeld deze bracketing optie waar ik het helemaal aan het begin over had. Dan maakt hij 5 foto's waarvan er misschien 4 verschrikkelijk zijn omdat ze veel te donker zijn of veel te licht zijn. Maar er zit er dan altijd eentje tussen die gewoon klopt. Dus dat is dan in dit geval qua zon mijn tip. Even zien. Hier zegt Olivier, ja, dat is zijn secret sauce natuurlijk. Ja, voor de foto's. Ja, ik bewerk ze in een specifiek stijl, dus klopt. Dat is misschien mijn dingetje. De Mini 2 is zeker de betere drone die geen overlast veroorzaakt, zegt Jasper. Nou, dat klopt inderdaad ook wel een beetje, want hij is echt super stil. En daarnaast mag je ook op veel meer plekken ermee vliegen, dus dat is ook heel gunstig. En het scheelt dat hij niet zo agressief overkomt. Hoe groter je drone, vaak hoe agressiever die klinkt, hoe ouder, want dan waren de propellers anders. Ik merk met de Mavic 3 bijvoorbeeld, die is een stuk stiller dan wat ik hiervoor had. En dat voelt dan al wat minder agressief, zeg maar. Even kijken, Bobisti zegt, baseer je je waardes op de EV? Zo ja, hoeveel is de plus of min, is volgens jou de sweet spot? Nou, het is wel interessant dat je het zegt. Kijk, ik zou er dus altijd voor kiezen om die AEB aan te zetten. Tenzij er niet zo heel veel zon is, want dan merk ik dat hij het veel beter kan handelen, zeg maar. In ieder geval in mijn geval. Maar als ik het dus niet aanzet, dan zet ik hem meestal op min 0,3, omdat ik eigenlijk wil dat de felste tonen altijd bewaard blijven. En wederom een iets geavanceerder iets. Je hebt allerlei opties in je drone vaak om aan te zetten, om te laten zien op je scherm, door middel van streepjes. Of iets overexposed is, dus of er te veel licht opvalt, dat bijna alle informatie verloren gaat. En ik merk als ik hem op min 0,3 of min 0,7 zet, dan is dat eigenlijk altijd geen probleem. Het enige is iets om rekening mee te houden op mijn scherm. Wederom lijkt het dan allemaal best wel oké, omdat het scherm staat heel fel. Maar als ik dan thuis kom, is de foto wel echt heel donker. En dat kan ik prima met nabewerking doen. Maar als je bijvoorbeeld in JPEG schiet, wees dan bewust van dat die JPEG waarschijnlijk heel erg donker gaat zijn. Dus nogmaals, kies dan voor deze AEB-modus. Even kijken. Jay Dobbel vraagt, hoe heb je een foto gemaakt boven die berg? Dat lijkt me meer dan 120 meter. Nou, het is wel interessant dat je het zegt, maar hier rechts van zit nog een kabelbaan, zeg maar. En vanaf daar ben ik opgestegen. Dus dat viel reuze mee. Even kijken. Kun je met een Mavic Pro 1 verticale foto's maken? Vraagt Colin. Ja, volgens mij is dat zo. Zover ik weet. Wat is Lightroom? Vraagt Sebastian. Lightroom is een software. Als jij foto's maakt in RAW of in JPEG, zou het trouwens ook gewoon kunnen. Waarin je een soort bibliotheek kan maken van alle foto's die jij hebt. Dus van bepaalde evenementen bijvoorbeeld, of waar je bent geweest. En dan vervolgens kan je deze nabewerken. Dus je kan kleuren aanpassen, je kan je belichting een beetje aanpassen. Je kan een hele hoop dingen doen om ermee te spelen. Ik ga hier denk ik nu niet te veel over zeggen, want dat voegt niet heel veel toe voor droomfotografie. Maar het is wel interessant om dit misschien op te zoeken. Er zijn superveel filmpjes op YouTube over te vinden van allerlei hele goede gasten die dat allemaal kunnen uitleggen. Nou, Colin stelt een vraag, daar weet ik het antwoord niet op, over de smart controller, dus daar laat ik lekker de chat over gaan. Is de Mavic 3 een grote verbetering ten opzichte van de R2S? Heel eerlijk, nee.
is ja, misschien een beetje bot om zo te zeggen, maar ik denk niet dat het de moeite waard is, tenzij je heel specifiek videografie, dat soort zaken aan het doen bent, dan wellicht wel. Maar ik vind de R2S, die heb ik hiervoor gehad, vind ik gewoon ook een waanzinnige drone en daar kan je super resultaten mee behalen. Ik denk dat ik het hier over het spel laat. Even kijken. Nou, ik heb het al een paar keer benoemd. Heel vaak zelfs eigenlijk. Dus misschien had ik dit iets eerder kunnen zeggen. Maar goed, panorama. Hoe werkt nou een panoramafoto met een drone? Er is een automatische functie. Ik weet in ieder geval bij DJI dat het zo is. Ik weet niet of er mensen meekijken die een ander merk hebben. Bijvoorbeeld een Parrot. Ik ben heel benieuwd of die dit bijvoorbeeld ook heeft. Of een ander merk drone. Maar er is een automatische functie. En wat doet deze? Jij kijkt naar je onderwerp, zeg maar, en jij hebt dan de panoramafunctie aangezet. Dat kan in het menutje en dan zeg je panorama en dan zeg je verticaal. Je hebt dan verschillende opties, je kan hem ook breedbeeld pakken, maar dan zeg je in dit geval verticaal. Dat is waar ik het op dit moment in ieder geval over heb. En dan kijk je naar je onderwerp en dan zeg je maak foto en dan eigenlijk doet de drone het helemaal automatisch. Dan maakt hij een foto. Nou, recht vooruit, dan gaat hij iets omhoog kijken, maakt hij nog een foto. En dan gaat hij naar beneden kijken en dan maakt hij nog een foto. Dat zijn dan drie foto's en die plakt hij automatisch aan elkaar. En dan als je naar je album gaat, dus naar je previews in je menu, zeg maar, en je gaat daar naar kijken, dan ja, zie je deze panoramafoto. En dat doet hij dus helemaal uit zichzelf, dat is echt een topfunctie. Je kan daarbij aanzetten dat hij de original, dus de originele foto's die hij maakt, dat hij die apart opslaat. En dat bij de meeste die ik de laatste tijd heb gebruikt, drones, kan dat zelfs in RAW. Dus dat is een hele mooie optie als je het niet handmatig wil doen. Het enige nadeel vind ik een beetje met hoe softwarematig het bepaald wordt, hoe de panoramafoto wordt gemaakt, is, ik heb het hier over dit puntje handmatig met een derde overlay minimaal. De drone vaak gaat net iets extremer, dus die pakt bijna geen overlay, omdat die weet gewoon, ik doe dit softwarematig, ik weet perfect dat dit in elkaar past, dus dat is niet nodig. Dus als je achteraf in Lightroom zelf deze foto wil bewerken of iets mee wil doen, kan het zijn dat alles best wel heel erg uitgerekt is. En dat vind ik een groot nadeel. Dus zoals je ziet bijvoorbeeld op die foto hier rechts, zie je 1, 2, 3 staan. Dat zijn dan de foto's die ik gemaakt heb zelf, zeg maar. Dus 1 is een foto, 2 die zit eigenlijk gewoon voor de helft al overlapt die foto 1. En foto 3, dus dat rode boxje eigenlijk, die overlapt dan weer de helft van 2. En dan weet ik gewoon als ik thuis kom en deze foto's samenvoeg, dat het gewoon een mooie samenvoeging is. En niet dat alles uit proportie wordt getrokken als je bijna geen overlay zou hebben. Dus dat is dan in dit geval echt mijn tip als je het handmatig doet. Zorg dat er voldoende overlay is, dat die niet de foto's heel erg uit elkaar gaat rekken. Dan heb ik nog een puntje opgeschreven, dat is top-down panorama. Ik had eigenlijk hier nog niet echt iets van gehoord, totdat ik met een vriend van mij op stap was ergens in Zeeland. En die had toen helemaal uitgedokterd hoe die dat ging doen. Je kan dus, als je een top-down wil maken van iets wat te groot is, dus je oppervlakte is te groot en je kan niet hoog genoeg, zeg maar. Dus stel je voor op 120 meter, kijk naar beneden, maar de helft van je onderwerp zit erop, om maar zoiets te zeggen. Dan kan je dus ook gewoon in een soort patroon, kan je foto's gaan maken. Naar beneden, recht naar beneden, dat je alles erop zet. En dit is handmatig echt super moeilijk, maar het kan wel. En dan maak je een hele hoop foto's. En als je deze dan met nabewerking, dit kan niet in de drone zelf, samenvoegt, dan zou je dus een top-down kunnen maken van die echt gigantisch is, omdat het programma snapt gewoon, zolang de overlay, dus de overlapping van de foto's groot genoeg is, dan plakt hij alles zo in elkaar. Dus dat is ook wel een hele interessante om eens een keer rekening mee te houden. Als je een top-down wil en je denkt, goh, ik kan niet hoog genoeg, denk er eens over na van hoe zou ik dit dan, zeg maar, in elkaar kunnen plakken. Dat is op zich wel heel interessant. Ik weet niet of iemand daar vragen over heeft. Even zien. Olivier die zei nog, dan hou je een JPEG over en geen RAW. Dat klopt, de panoramafunctie zelf, dus de foto die eruit komt van het apparaat zelf, in dit geval bij DJI, dat is een JPEG. Maar je kan wel dus handmatig zelf selecteren. Ik wil dat je de originele bestanden die je maakt in RAW opslaat, ook ergens. En dat doet hij dan ergens in een mapje en die kan je dan terugvinden op je computer. Leonard die zegt, goede tip, verticaal fotograferen door middel van panorama, ga ik ook proberen. Nou, mooi, goed om te horen, daarvoor zitten we hier natuurlijk, dus top.
even kijken. Om die samen te voegen, dat vraag is je die. Om die samen te voegen, gebruik je dan de automatische functie van Lightroom of stretch je die mogelijk te veel uit? Nee, het is inderdaad gewoon Lightroom die drie foto's selecteren. En dan merge as panorama. Bij mij staat het in het Engels, ik weet niet. Ik denk dat het in het Nederlands eigenlijk vrijwel identiek is. En dan krijg je natuurlijk drie opties. Om te kiezen hoe die je moet samenvoegen. Eentje is wat meer een sfeer, geloof ik, een soort bolletje. De andere die rekt die een beetje uit. En dan heb je perspective. En ik kies eigenlijk altijd voor perspective, dat is de onderste optie. Want dat, ja, dat komt het meest over met ja, hoe wij de wereld zien, zeg maar. En heel soms kan het zijn als je een foto links naar rechts maakt of een beetje schuin hebt gemaakt. En allemaal ja, dat dan een van de andere twee opties misschien beter zou zijn. Oké, helemaal top. Nou, een optie die ik heel veel heb benoemd, maar nog niet helemaal heb uitgelegd, heel specifiek wat het allemaal doet, is AEB, de Automatic Exposure Bracketing, waarvan ik al de hele tijd eigenlijk zeg, ik zou het aanzetten, want het is gewoon fantastisch. Hoe kan je dit nou het beste voor je zien? Het is eigenlijk alsof je een HDR-foto maakt met je telefoon. Dat is een iets bekendere term. Dus ja, dat houdt eigenlijk in dat hij maakt meerdere foto's, dus meerdere belichtingen van een bepaalde scène. En op deze manier zorgt hij ervoor dat de foto perfect belicht is. Dus hij zorgt ervoor dat één foto heel donker is, zodat dus de hoge tonen bewaard blijven. En hij zorgt ervoor dat één foto bijvoorbeeld wat feller is, zodat de donkere tonen bewaard blijven. En die voegt hij dan eigenlijk samen en dan verwijdert hij als het ware dus de hele felle tonen van de ene foto. En die vervangt hij voor de goede tonen, zeg maar. En dan heb je gewoon een goed belichte foto. Dat is high dynamic range, heet dat dan in een fantastische term. En dynamic range is eigenlijk gewoon als je kijkt naar licht op een schaal van hoeveel licht kan er eigenlijk in die ene foto zitten. En dan zul je zien, als dit de schaal is, is een beetje apart misschien om het zo uit te leggen, maar als dit de schaal is, dat een drone bijvoorbeeld eigenlijk maar van deze schaal dit kan vastleggen. Dus hè, hier zitten de donkerste tonen, hier zitten bijvoorbeeld de lichtste tonen. Dan mist dit hele stuk eigenlijk als je maar één foto maakt. Maar als je er nou vijf maakt, bijvoorbeeld, of drie, en je voegt ze allemaal samen, dan kan het zomaar zijn dat je dus alle belichting meteen hebt meegenomen. En dit is eigenlijk wat een HDR-foto ook doet, maar dat is iets meer een automatische functie. En een AEB-foto is, dat die creëert dus die vijf foto's. Dat zijn vijf verschillende belichtingen en die moet je achteraf, kan je die samenvoegen. Nu is het wel zo dat ook alle drones tegenwoordig, zover ik in ieder geval de laatste waarmee ik heb gewerkt, ook een optie hebben gewoon HDR automatisch. En dat heet dan, ik geloof zelfs bij de R2S iets van Smart HDR of iets in die richting. En dan maakt hij dus zelf automatisch dus een JPEG foto van de situatie en dan zou die dus ook perfect belicht moeten zijn. Als je zelf handmatig dit gaat doen, dan heb je wel echt Lightroom nodig of een vergelijkbaar programma. Ik gebruik dan Lightroom, dus daar praat ik het meest over, want dat is wat ik ken. Om deze foto's dan uiteindelijk samen te voegen. Je hebt meestal de keuze tussen drie of vijf foto's. Nou, dit ligt er een beetje aan welke drone je hebt, hoe ouder die is. Dus hoe ouder ook de sensor vaak is en hoe goed die kan omgaan met lichtsituaties, zou ik eigenlijk eerder altijd naar vijf gaan. En ik bijvoorbeeld met mijn Mavic 3, dat een van de modernste is, grootste sensor, allemaal dat soort fantastische dingen. Ik kies er vaak voor drie, omdat ik merk dat dat al wel voldoende is. Omdat het zit eigenlijk de informatie van die foto, daar zit voldoende in voor mij om mee te kunnen werken. En dan de laatste optie die ik opschrijf, had het net over panoramafoto's. Dus dat je 1, 2, 3 foto's maakt van de situatie. Dat kan je dus ook nog eens bracketen. Dus wat er dan gebeurt, dan heb je dus drie foto's van het bovenste stuk met verschillende exposures. Drie foto's van het middelste stuk en drie foto's van het onderste stuk. En die kan je dan uiteindelijk allemaal samenvoegen. Dan heb je 9 foto's. En Lightroom heeft ook hier wederom een aparte optie voor. En dan kan je zeggen merge as, ik geloof dat het is HDR panorama, iets in deze richting. En die merge die dan allemaal in één keer samen. En dan zul je zien dat je ontzettend veel informatie hebt in je nabewerking in ieder geval om mee te werken. Even kijken, ik ga heel veel hier links kijken of er vragen worden gesteld. Ik ben af en toe een klein beetje kwijt hoor, waar we zitten in de vragen, dus sorry als het iets langer duurt. Roy die zegt, werkt goed met AEB foto's maken naar HDR, veel mooiere foto's. Nou, volledig mee eens. Dat is echt mijn tip ook. Altijd doen als het kan en je hebt er de tijd voor en je denkt eraan. Zeker doen. Isje die zegt, wat vind je van Quad Buyer dat DJI doet om foto's zogezegd scherper te maken? Bijvoorbeeld R2, waarvan ik zelf vond dat die niet echt veel verschillen met de 12 megapixels. Ja, weet je, het is een gimmick. Het klinkt, ja, ik weet niet. Ik vind het meer een gimmick. Het is zo dat het ziet er fantastisch uit op papier. Dat je natuurlijk kan zeggen, we hebben 48 megapixel. Maar eigenlijk is dat natuurlijk helemaal niet waar. Dus goed, ja, weet je, het werkt. Maar ik zie niet echt de toegevoegde waarde voor mij in ieder geval.
Even kijken. Nou, fun fact kan je nalezen van Jasper. Even kijken. Nou, kijk rustig terug. Kijk op het zakjes ook op YouTube. Dus dan kan je alles helemaal op je gemakje meekijken. Ik zou zeggen, blijf nu misschien bij de live. Want dan kan je ook nog vragen stellen aan mij actief. Zijn je nou voor de Mini 2 AB op 5? Nou, ik weet niet of de Mini 2 dat heeft. Maar aangezien de sensor, ja, ik zou dat gewoon wel doen. Dan heb je gewoon de meeste kans en de meeste hoeveelheid foto's, zeg maar, met informatie. Waarmee je dan achteraf kan werken. Dus ja, ik zou dat wel... Zou dat dan wel zeggen. Checken ze streng op droneregels in dorpen met veel bossen? Nou, ik weet niet of ze daar specifiek keer strenger zijn dan ergens anders. Geen idee. Maar als je er met bijvoorbeeld je Mini 2 mag vliegen en er staat nergens dat het niet mag, denk ik niet. Nou, Olivier, leuk dat je er was. Fijne avond. Dit is inderdaad een hele specifieke vraag van Niek. In hoeverre is de Mavic 3 vergelijkbaar met de Zemunz, ik weet niet hoe het uitspreekt, X5 in jouw ogen? Geen idee, want die gebruik ik niet, dus helaas. Goed, zijn we bij de vragen. Dan nog kort een paar tips en tricks. We hadden het net over bossen trouwens. Dit is een heel mooi, tenminste, het is een van mijn favoriete foto's. In ieder geval qua kleuren, want het was heel bewolkt, maar wel een licht zonnetje erdoorheen. Met mooie palmbomen en echt een soort jungle look. En top-down, omdat ik dat nog steeds gewoon echt super gaaf vind. Even kijken. Tips en tricks. Ik had het net al heel veel over. Ik hoorde het ook iemand in de chat al zeggen. Gebruik de drone-specifieke functies. En wat ik daarmee bedoel is, je kunt tegenwoordig heel vaak bij een drone kan je een onderwerp selecteren bijvoorbeeld. En dan focust hij op dat onderwerp. En het maakt niet uit hoe jij dan stuurt en wat jij doet. Hij blijft kijken naar dat onderwerp. En dat is gewoon een fantastische functie. Want dan kan jij... Eigenlijk doen wat je wil. Je moet natuurlijk zeker weten dat je niet ergens een boom hebt, zoals ik toen had. Maar goed, als je gewoon ergens bent waar je genoeg ruimte hebt, dan hoef jij dus eigenlijk niet zo super goed meer op te letten op het vliegen. Omdat je weet, hij blijft gefocust op een onderwerp. Dus dan kan jij iets meer focussen op je compositie en bijvoorbeeld om je onderwerp heen vliegen, hoogtes aanpassen. En dat is gewoon waanzinnig gaaf. De nieuwste functies tegenwoordig heb je ook vaak allerlei geautomatiseerde opties voor... filmen en dat soort zaken. Dus dat heet dan een drone, geloof ik. Weet je, dat is een selfie met een drone, dat soort dingen. Ja, die zijn gewoon ontzettend gaaf en gebruik ze ook gewoon, want ze werken meestal echt heel erg goed. Drone-specifiek is bijvoorbeeld ook dus de AEB, maar is ook Panorama, dat hij dat automatisch kan. En zo zijn er tegenwoordig echt super veel opties en probeer ze lekker uit, want dat zijn de dingen die soms juist je verbazen en je heel erg helpen in het veld als je uiteindelijk je foto aan het maken bent. Sorry. Ik had het aan het begin gezegd bij mijn instellingen, maar zet de witbalans op sunny. En dat is eigenlijk meer een tip, zodat je, vooral als je met RAW schiet, zodat je gewoon weet, als je in Lightroom komt en je al je foto's bekijkt, dat al je foto's op dezelfde manier, want de witbalans kan je natuurlijk van een RAW foto, dat had ik eerder gezegd, kan je aanpassen. Dus dat maakt niet zoveel uit, maar dan heb je in ieder geval je previews en ook op je schermpje, op je telefoon strakjes, of op je controller, dat ze allemaal gelijkwaardig zijn. Dus dat je weet, de kleuren die komen allemaal overeen. En dan kan je echt heel bewust kiezen van, ben ik blij met mijn resultaat of moet ik nog iets verder? We hebben het net de hele tijd... Zo, sorry. Even een glaasje water. Even kijken hoor. We hadden het net een beetje over die 48 megapixel. Dat dat een beetje een gimmick is. Eigenlijk komt dat hier een beetje op neer. Ik zeg vermijd kroppen. Waarom? Het is zonde, want de kwaliteit, ondanks dat het altijd heel veel beter wordt, is gewoon niet te vergelijken met een spiegelreflex. Er staat hier bijvoorbeeld een prachtig groot ding voor me, of een mirrorless camera. Het is gewoon nog steeds niet te vergelijken met elkaar. Dus je wilt het liefst, als je een foto maakt, alle informatie in die foto ook echt bewaren. Voor online gebruik tegenwoordig is het misschien iets minder van belang. Maar het is wel leuk als je bijvoorbeeld een print thuis wil hebben, om niet te veel te kroppen, want dan hou je gewoon de meeste informatie in je foto. En dan blijft hij ook zo scherp mogelijk als je hem ooit een keer print. Dus dat is nog een tip van mij, vermijd kroppen. En het geinige is met die 48 megapixel bijvoorbeeld, hè, dat doet hij dan helemaal leuk zelf. Daar zou je dan eventueel iets meer in kunnen kroppen, want dan heb je natuurlijk gewoon al automatisch een grotere foto. Even kijken. Oh zo, hier zegt... Ik weet niet of het Iantje of Lantje is, maar die zegt ik heb een R2S en als ik in het bos ben heb ik geen zicht op mijn drone. Vandaar de vraag of ze er streng op checken. Nou ja, goed, hè, wederom common sense. Als je dus visual line of sight bent,
dan zou dat dus niet kunnen. Maar ik weet niet of daar iemand heel specifiek jou daarop gaat checken. Maar goed, dat laat ik aan jou. Hier geeft Niek nog een tip. Nou, en hier vraagt Floor bijvoorbeeld, hoe zie jij de toekomst van drones in? Ja, ik vind het heel lastig. Ik hink een beetje op twee gedachten. Aan de ene kant vind ik een drone waanzinnig gaaf. En vind ik het super tof en blijf ik het heel graag doen. Alleen ik heb wel het idee, omdat het steeds commerciëler wordt, steeds toegankelijker eigenlijk voor iedereen. Dat er helaas ook een hoop mensen tussen zitten die net niet zich, ja, of bepaalde dingen doen die echt niet door de beugel kunnen, om zomaar te zeggen. Dus wat er recent is gebeurd bij mij op werk, en dat wordt dan bij ons heel groot uitgelicht, want dat is best wel een ding geweest. Dat wij gewoon een drone hebben gehad in onze nadering naar Schiphol. Ja, en als dat ding ons raakt, dan is er wel, ja, dat is gewoon een heel groot probleem. En dan zie je dat er toch helaas sommigen zijn die dat doen. Waardoor ik ook bang ben dat de regelgeving steeds strenger gaat worden en dat het ook steeds moeilijker gaat worden om te vliegen. Dus dat is ook de reden dat ik het nu al zo vaak heb gezegd. Gebruik je common sense, denk rustig na en weet een beetje bewust van wat je aan het doen bent. En wat voor een eventuele consequenties het zou kunnen hebben. Want het hoeft maar natuurlijk maar één keer iets groots te gebeuren en het is denk ik meteen klaar. Wat ik heel jammer zou vinden, want ik vind het ook echt super leuk om te doen. Dus dat is een beetje hoe ik naar de toekomst van de drones kijk. Even zien. Dan ga ik nog even verder. Dan een kort stukje. Het ging natuurlijk over dronefotografie, maar ik heb het heel vaak benoemd, ook video. Dus ik wilde toch nog heel even kort ook daar iets over zeggen. Ik zeg meteen credits naar Bojan, dus zoek hem vooral op. Hij is voor mij in Nederland in ieder geval zeker een van de beste dronevideografen en wellicht ook wel fotografen. Ik had hem heel eventjes dit ook nog even geverifieerd van, joh, hoe doe jij dit nou om je beste resultaten te krijgen? Zoals we het dan hebben over video. Hij kiest er dus voor. En ik eigenlijk ook, dus laat ik het vooral over mezelf hebben, want ik weet natuurlijk niet altijd wat hij doet. Maar goed, voor 25 of 50 frames per second en dan met de Mavic 3 heb je de optie met 4K, dus dat is hartstikke mooi. En dan eigenlijk verdubbel je je sluitertijd, dus dan gaat dan is het 1/50ste of 1/100ste. Het liefst in RAW schrijf ik hier op en heb je ook een soort optie en dat is RAW. En dat ziet er op je scherm echt verschrikkelijk slecht uit. Dat is eigenlijk helemaal grijzig en vlak, zeg maar, qua beeld. Maar dat is ook wederom weer voor de nabewerking. Dus als je eenmaal thuis bent en je zou het willen nabewerken, daar kan je dan het meeste mee. Het is alleen als je niet echt een nabewerking doet met video, dan zou ik dit niet zo snel aanzetten, want dan heb je dus vaak beeld waar je niet heel veel mee kan. Maar goed, ik zou het in ieder geval overwegen om het aan te zetten en hoe dat dan werkt. En ik weet, bij mijn drone heet het in ieder geval D-Log. Werk met een ND-filter, want waarom? Dan kan je dus met deze sluitertijden werken. Zelfs in bijvoorbeeld hier rechts, in die felle condities, dan kan je dit creëren. De vraag werd ook in de chat gesteld van, werkt dat ook voor video, je diafragma, je sweet spot, om het zo maar te zeggen. Dus werk ook, probeer te werken met deze sweet spot. Dus dat is in mijn geval ook weer f4 tot f5.6. Maar mocht je nou een R2S hebben bijvoorbeeld, of een andere drone met een vast diafragma van 2.8, ja, dan gaat dit niet echt op, want dat is gewoon maar één stand. Dus dan kan je dit wederom oplossen met ND-filters. Ik weet niet of hier mensen vragen over video hebben. Ik ben hier geen expert in overigens, maar het is wel leuk om altijd over te praten. Even kijken, nou, er is een hele discussie gaande over waar je mag vliegen en hoe, dus dat laat ik lekker in de chat. Nou, dan nog eventjes over mijn instellingen, want het zit er al bijna op. Dus mocht je vragen hebben, stel ze nu gerust. Want dit is denk ik de kans om dat te doen. Want als we zo direct klaar zijn en er zijn geen vragen, dan zal dat einde ook snel in zicht zijn. Nou goed, in ieder geval over mijn instellingen. Ik schiet dus altijd in RAW. Ik heb JPEG uitstaan. Ik weet dat een hoop mensen JPEG aan laten staan, omdat dan heb je nog bijvoorbeeld iets wat meteen synct naar je telefoon en dan heb je previews en daar kan je dan bijvoorbeeld iets leuks mee doen om te laten zien. Ik doe nooit iets met deze JPEGs, dus ik heb dat ook echt uitstaan. Dus ik schiet alleen maar in RAW en deze bewerk ik dan zelf thuis en dan vervolgens maak ik er een JPEG van. Zoals ik al zei, ik werk eigenlijk dus een soort van in een aperture priority mode, oftewel het diafragma stel ik in en mijn sluitertijd zet ik op auto. De drone die kan best wel goed beslissen wat dat ongeveer moet zijn, dus die laat ik lekker zijn ding doen.
Dan schiet ik dus tussen F4 en F5.6. En voor de scherpe kijker, ik heb hem hier op F6.3 staan. Maar goed, dat was ook omdat we aan het filmen waren en nog wat andere dingen aan het doen waren. Dus let daar niet op. Maar F4 tot F5.6 kies ik voor. Mocht hij dit nou niet hebben, dan heb je natuurlijk één instelling. En daar is eigenlijk de hele drone op gebaseerd. Dus die F2.8 bijvoorbeeld voor een R2S of een andere die dit zo vast heeft. Ik geloof dat een Mini 2 dat ook heeft. Dat is natuurlijk helemaal prima, want daar is eigenlijk alles op gebaseerd. Nou, wat ik al zei, de exposure zet ik bijna altijd op -0.3, want dan weet ik in ieder geval dat hij de hoogste tonen, dus de felste tonen, eigenlijk altijd beschermt. En met 0.3 zit ik eigenlijk altijd wel oké, dat ik in ieder geval de informatie er weer uit kan halen, mocht ik dat willen. Ik denk dat ik het ook al 1000 keer heb gezegd inmiddels, maar de ISO 100 is voor mij gewoon echt heilig. Die laat ik gewoon staan, daar ga ik echt niet aankomen, want dan krijg ik gewoon het beste resultaat. Nog wat andere instellingen die achter de schermen zitten. Dus als je in setting opties gaat kijken, gridlines, die zet ik allemaal aan. Zoals je ook rechts op de foto ziet, heb je al die lijnen. Dat vind ik heel fijn, want dan kan ik gewoon heel makkelijk lijnenspel gebruiken. Dus we hadden het natuurlijk tijdens de compositie over lijnenspel. Met deze lijnen kan je heel makkelijk natuurlijk zien, komt die mooi uit de hoek, hoe loopt die door mijn beeld heen. Komt die op een van deze vier punten uit van de Rule of Thirds. En hoe zit dat dan precies allemaal? Peaking is dat wat ik net zei over die soort witte lijnen of streepjes eigenlijk die dan in je beeld komen op je scherm als iets overbelicht is. Soms vind ik het heel afleidend omdat het een beetje mijn compositie in de weg kan zitten, want dan zie ik soms niet helemaal goed wat er is. Maar het is wel een super goede awareness van, hey, let op, je hebt bijvoorbeeld je drone helemaal manueel ingesteld en het is echt super overbelicht. Meestal word ik dan nog gered door dus mijn automatic exposure bracketing waar ik het al een paar keer ook over heb gehad. Maar goed, dan in ieder geval word ik alvast gewaarschuwd van, hey, let op, dit gaat nu gebeuren. Histogram, die zet ik ook altijd aan. Dat is eigenlijk, als je naar deze foto kijkt, links op het scherm, dat is eigenlijk een soort grafiekje met links de donkerste tonen, rechts de lichtste tonen. En je hebt iets en dat heet clipping. En clipping is eigenlijk als de informatie van een bepaalde belichting, dus de donkerste of de lichtste tonen, wegvalt, dan zie je een soort van hele hoge spike, dus punt in die hoek, en dat daar dus informatie echt verdwijnt. En door middel van de histogram kan je dit een beetje in de gaten houden, zeker als het heel fel is, bijvoorbeeld buiten. Dan kan je dus zien hoe wat er wegvalt eigenlijk. Dat kan je dan in de gaten houden. Nou, nogmaals, die AEB 5 shot, die zou ik ook altijd adviseren, of 3 shot, dat is een beetje om het even, maar goed. Dat is wel iets dat kan je in bepaalde situaties wel echt redden. Zeker als het veel licht is of juist een beetje te donker misschien in sommige gevallen. Maar dan heb je alle opties, hou je vast. Ja, en achteraf is misschien iets meer selectiewerk. Maar je kan ze eventueel ook nog eens allemaal samenvoegen als je dat zou willen. Maar goed, dan heb je in ieder geval sowieso de juiste belichting ertussen zitten. En mijn instellingen dus ook met panorama. Ik doe dat helemaal manueel. Ik vind de automatische functie ben ik niet zo fan van. Dus ik kies er zelf voor om dat handmatig te doen. Even kijken, voordat ik naar de volgende slide ga. Er zijn nog een paar foto's, namelijk even kijken of er nog dingetjes worden gezegd. Nu moet ik heel veel lezen. Even kijken, quad buyer, ja, ik wil... Drones zijn speelgoed in vele ogen, maar de propellers zijn aardappelschilmesjes. Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Dus wees je bewust, dat ding kan serieus grof geweld zijn als je ergens tegenaan vliegt of tegen iemand aan. Nou, robuust, ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet uit mijn hoofd wat ik precies heb staan. Dus, maar ik ben het wel met je eens, als je vaak iets exporteert en het is een te hoge kwaliteit. Het gaat hier over video's trouwens, exporteren vanuit het programma. Maar als het is te hoge kwaliteit, dan gaat Instagram dat zeg maar zelf comprimeren en dan komt het er heel slecht uit. Even kijken. Mark die vraagt, misschien meer een vraag aan camera nu, maar welke set filters raad je aan voor de Mini 2? Dat is inderdaad de vraag van camera nu, want ik weet niet uit mijn hoofd welke er allemaal zijn voor de Mini 2. Even kijken. Dan vraagt Maxime iets persoonlijke vragen ook. Is het gemakkelijk te combineren van dronefotograaf en piloot qua tijd? Ja, dat was het wel. Maar nu ik een kleine dochter heb van 3 maanden, is het allemaal wel een stuk lastiger geworden. Dus dat gaat niet heel soepel. Wat niet erg is, want ze is ontzettend lief en schattig. Dus... Even kijken, hoe wijzig je foto-instellingen naar RAW? Ik kan dat een beetje lastig uitleggen, want volgens mij, ik weet niet precies welke drone je hebt, dus dat is voor mij niet zo makkelijk in te stellen. Maar meestal, in ieder geval bij een DJI-drone, is het rechtsbovenin, zoals op dit schermpje zie je van die puntjes staan.
Daar klik je dan op en dan heb je een instelling, denk ik dat het zit onder camera. En dan staat er bijvoorbeeld RAW plus JPEG of alleen JPEG. Dus daar ergens zou dat moeten zitten. En ja, de Mini 2 is echt wel supergoed, zeker voor hoe klein die is. Even zien. Even kijken, videovraag. Hoe breng je bewegingsonscherpte in je video, maar ook bij jouw foto's? Dat vraagt Jasper. Ik weet niet precies wat je bedoelt, maar is dat je juist een bepaalde blurriness krijgt? Dus misschien kan je daar iets meer over zeggen. Even zien. Ik zie in de foto dat hij op sportmode staat. Heb je daar in het begin over gepraat? Ik had de eerste 20 of zo gemist, vraag is je. Nee, ik heb daar helemaal niet over gepraat. Maar waarom? Omdat dat is heel drone-specifiek. En ik merk, ik val toch best wel snel terug op waar ik natuurlijk mee werk. Omdat dat het makkelijkst is. Maar ik kan me voorstellen dat er misschien een enkeling tussen zit die met een andere drone werkt. Dus ik wilde niet te veel drone-specifieke opties noemen. Maar het is wel leuk om het te benoemen. Want je hebt bij DJI in dit geval, heb je eigenlijk met elke drone heb je 3 opties. En dat is normaal. Dat is de normale functie. En dan kan je in het menu, dus wederom rechtsbovenin, kan je helemaal instellen hoe snel reageert hij op jouw control inputs. Maar ook op jouw gimbal inputs. Dus hè, hoe snel draait het allemaal. Die kan je dan instellen. Dan heb je een bepaalde waarde voor. En scene is zeg maar eigenlijk de cinematic mode. Dus dat zorgt ervoor dat je drone gewoon heel langzaam gaat vliegen. En dit is trouwens ook iets om rekening mee te houden. Mocht je in bepaalde gebieden vliegen en we hebben het over de regelgeving, dan zou die dus in deze functie moeten staan. Want dan kan die niet harder dan zoveel kilometer per uur. En dan mag je weer wel ergens vliegen. Nou, allemaal heel goed verhaal. Maar in ieder geval, de scene optie is fantastisch voor filmen. Want dan als je vliegt, je gimbal beweegt trager. Dus als je aan het filmen bent, kan je dus ja, rustiger filmen. Maar je drone draait ook langzamer. Dus als je bijvoorbeeld een draai inzet, dan gaat hij niet zo woep in één keer opzij. Maar dan gaat hij gewoon heel rustig, draait hij mee. Dus dat zijn gewoon, de scene optie is gewoon heel erg handig voor filmen vooral. En de sportmodus, dat is eigenlijk, die gebruik ik vooral als ik gewoon snel van plek naar plek wil gaan. Waarom? Dan vliegt hij gewoon een stuk harder. Dus ja, als ik nu ergens hang en ik weet ik wil gewoon daar naartoe, dan ga ik gewoon supersnel met de sportmodus die kant op. Maar voor filmen heeft dat helemaal geen zin, want hij beweegt dan nog veel sneller dan in de normale modus. Dus ja, wees daar bewust van. En hij heeft ook grotere overhelling. Dus ja, als je laag bij de grond zou hangen, bijvoorbeeld in sportmodus, zeker met die nieuwste Mavic 3 en je vliegt op zijn allerhardst, dan zou het zomaar kunnen dat hij al op deze hoogte bijna de grond raakt, omdat hij zo stijl voorover hangt, zeg maar. Maar ja, goed, dus dat zijn inderdaad de scene, normal en sportmodus. Even kijken. Waar moet je op letten wanneer je drone meeneemt op reis, bijvoorbeeld met batterijen? Vind ik trouwens echt een hele goede vraag van Floor, want dit is iets waar we toch wel, zeker ik ook als vlieger, mee te maken krijg. Dat ik af en toe hoor, ja, ik heb mijn drone gewoon in mijn tas gedaan en die zit in het ruim. Wees je er bewust van, er zit een batterij in en er zit zoveel energie in die batterij. En dat is een lithium-ion batterij. En als die bijvoorbeeld beschadigd is of hij vliegt in de brand in het ruim, dan kan hij gewoon niet geblust worden. Dus dat is gewoon echt een probleem. Dus neem nooit je dronebatterijen mee in het ruim, maar altijd in je handbagage. Want als ze in de cabine zijn en er gebeurt iets mee, dan gooien we hem in een bak met water en dan is eigenlijk het probleem opgelost. Dus dat is gewoon super relaxed. Maar als ze in het ruim zitten en het mocht zo zijn dat je een batterij hebt die beschadigd is of er is iets mee gebeurd zonder dat je het wist en hij vliegt in de brand, ja, dan hebben we best wel een groot probleem. Dus wees daar echt wel bewust van dat dat zo zit. En denk niet van, oh, dat is veel lichter voor mij, want dan heb ik een kleinere rugzak. Nee, gewoon in je rugzak, in het vliegtuig. Even kijken. Even kijken, ze zijn allemaal technische verhalen. Nieke zal wel praten over cursussen en RT-opleidingen en allemaal dat soort zaken. Ted Walker die vraagt, wat wil je vertellen over nabewerking? Je foto's zien er strak uit. Ik ben heel erg benieuwd wat je tips zijn. Ik kan daar straks nog wel even terugkomen. Dan gaan we praten over foto's. En bijvoorbeeld de foto's die ik hierna heb staan. En dan kan ik misschien wel iets over vertellen. Brobus die probeert nog eventjes een collab eruit te halen met camera nu. En leuk dat je er was. Bedankt voor het kijken. Maxime die vraagt, geef je dronelessen? Of geef je lessen in dronefotografie? Nou nee, eigenlijk niet. Maar stuur me een berichtje, wie weet. Kunnen we altijd wel iets gaan proberen. Anton Kebel, thanks voor de webinar. Heel veel van opgestoken. Nou, alsjeblieft. Graag gedaan. Niek die geeft nog mooie instellingen voor Brobus. Dus dat is hartstikke mooi.
wat met meenemen van een drone op reis in een vliegtuig bijvoorbeeld? Nou Alex, volgens mij heb ik daar net ook iets over gezegd. Dus neem hem mee in je handbagage. Ze zijn zo klein tegenwoordig, dat moet wel lukken. Jasper die bedoelde inderdaad blurring van het volgen van auto's bijvoorbeeld, dat bedoelde ik. Dan is het eigenlijk maar één optie, dat is gewoon je sluittijd omlaag zetten. En dan ga je dat automatisch krijgen. En wat het leuke is als je tracking aan zou zetten. En dan moet je heel eventjes zoeken naar je welke sluitertijd dan de juiste is. Want het is natuurlijk hoe langzamer de auto rijdt, hoe trager die zou moeten zijn. Maar dan kan je daar achter gaan komen hoeveel dat is. En als je tracking aan hebt, dan hoef je daar dus niet meer zo goed op te letten. Het enige is wel, wees dan bewust van dat je tracking aan hebt gezet. En wat er om je heen is, want dan gaat hij dus gewoon daarachteraan. En als je niet oplet, dan gaat hij dus tegen een paal of een boom of een iets. Dus dat is iets om rekening mee te houden. Wat raad je aan qua grootte van SD-kaart? Voor een vakantie van 3 weken, waarbij ik niet heel intensief word gefotografeerd, is 128 genoeg voor foto's en filmpjes? Nou, Sebastian, dan ben ik eigenlijk benieuwd welke drone je hebt. Want dat maakt ook best wel een groot verschil. En of je in RAW gaat schieten. Maar over het algemeen, als je niet heel intensief gaat fotograferen, dan zou 128 echt ruim voldoende moeten zijn. Wees je wel bewust van, ik weet niet waar je natuurlijk naartoe gaat, maar dat vocht is gewoon altijd een probleem voor welk elektronisch apparaat dan ook. Dus als je een laptop hebt of een harde schijfje extra, haal als je je foto's hebt gemaakt, zet even vanaf en stop dan je SD-kaartje weer terug. Ik heb dit trouwens helemaal niet benoemd en ik bedenk het nu door deze vraag, en dat vind ik wel een hele goede tip eigenlijk nog, is ik heb altijd 2 SD-kaartjes bij me. Dus als ik 2 batterijen heb bijvoorbeeld, dan doe ik mijn eerste missie, om het zo maar te zeggen, en ik maak foto's. Doe ik met het eerste SD-kaartje en maak ik alle foto's. Dan kom ik vervolgens terug, dan wissel ik de batterij, maar dan wissel ik ook mijn SD-kaartje, zodat ik in ieder geval weet dat mocht er iets gebeuren met mijn drone, dan heb ik de beelden van de eerste sessie, die heb ik gewoon nog. Dus dat is trouwens ook nog wel een hele goede tip. Dus bedankt voor deze vraag. Alex, je begint het toch ook al over, inderdaad, dan wissel je van kaart. Even kijken, Mark die vraagt nog, waar check jij de regelgeving voor drones in het buitenland? Daar had ik helemaal aan het begin, had ik hier een, sorry voor als dit door je beeld vliegt. Dus dronelaws.com had ik doorgegeven. En als je in de chat een beetje naar boven scrolt, zijn er volgens mij nog wel een aantal anderen die hadden ook tips gegeven. Dus kijk daar ook zeker naar. Kijk, hier waren we. Heb je studies, lees boekentips voor het besturen van een drone en dronefotografie? Vraagt Ernst. Nee, ik heb eigenlijk alles van YouTube geleerd. Dus ik heb gewoon gezocht op drone iets en dan komen er allerlei creators naar boven. En die heb ik dan gevolgd en sommige die bevielen me wat beter dan andere. En op die manier heb ik het uiteindelijk mezelf geleerd en ik heb uiteindelijk mijn licentie ook gewoon eigenlijk via Google ingetikt, drone licentie, academie, iets. En toen kwam er ook een les naar boven. En ik geloof dat Camera Nu, die heeft ook een samenwerking, dus kijk vooral ook even op Camera Nu voor eventueel je licentie halen waar je dit zou kunnen doen. Even kijken. Grossmaster die vraagt, wat is de beste SD-kaart voor een drone? Ja, dat is, hij moet sowieso, laat ik zo zeggen, snel genoeg zijn. Ja, en wat is snel genoeg? Vroeger was het altijd zo klasse 10, hè? Dat was voor de GoPro's destijds het verhaal. Maar kijk gewoon, als je naar de snelheden kijkt, ik weet ze helaas niet allemaal uit mijn hoofd, maar ja, laat ik zeggen, alles wat 150 tot 200 MB per seconde aan kan, dat is echt ruim voldoende. Dus dan kom je wel goed uit. En dan gaat het eigenlijk meestal om filmen. Met foto's is dat veel minder van belang, want dat zijn wat kleinere bestanden die wat gelijkmatiger kan opslaan. En ja, video is gewoon vaak een veel groter bestand. Filip die praat hier ook nog over dat een drone ergens niet is toegestaan. Wees je daar ook bewust van? Ik neem hem ook naar specifieke. Ik ga bijvoorbeeld nu deze week ga ik naar Mexico. Daar neem ik hem ook niet mee naartoe, omdat daar staat ook toch wel heel duidelijk dat dat niet de bedoeling is. Dus dat doe ik dan ook gewoon niet. Even zien. Ingrid, voor de reizigers. IJsland hebben we gehad. Nou kijk, Ingrid die zegt dat IJsland erg graag wil dat je je drone van tevoren aanmeldt. Nou, dat is nieuw voor mij. Dat wist ik niet dat ze dat graag willen. Maar ik weet wel dat dit ook ooit is geweest toen ik een keer met TUI ben gaan vliegen. Die wilden dat ook graag, maar dat ging toen vooral om de batterijen. Want zij willen heel graag weten, want zij... Het interessante is dat ze soms niet realiseren hoe klein die batterijen tegenwoordig kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld zijn ze net zo groot als die van je telefoon.
Maar in het verleden, en ik had het over die 3DR solo drone, dat was echt zo'n batterij, zeg maar. Dus ja, dan is dat denk ik veel relevanter dat je echt eventjes gaat nazoeken hoeveel milliampère heeft deze batterij. Mag dat überhaupt mee? Want er is een maximum van wat je mag meenemen. Dus ik gok dat Iceland Air dat daarop heeft gebaseerd. Dus inderdaad goed om wel eventjes te checken van, joh, ik nu wil mijn drone meenemen. Wat is de regel van de maatschappij? Nou, hier wordt een tip gegeven over wie een prima boek heeft geschreven. Wiebe de Jager inderdaad trouwens, dat klopt, dat heb ik ook gezien. Wat met vliegen in de regen en de sneeuw, wat is jouw ervaring ermee? Ja, ik doe het niet. Want ik ben gewoon heel bang dat mijn drone kapot gaat. Dus dat ga ik gewoon niet doen. En dan heb ik er geen controle op. Er zijn natuurlijk allerlei veiligheidsfeatures en allemaal dat soort dingen op je drone. Ja, en als die regen raakt, dan weet je niet of dat allemaal nog werkt. En misschien stort hij wel gewoon uit de lucht. Dus nee, dat doe ik niet. Even kijken. Guus die zegt, dankjewel voor je vele tips en uitleg. Zal zeker van pas komen. Dus nou, super Guus, bedankt. Even kijken. Jasper die zegt, beste SD, altijd zoeken met een kaartje met U3 erop. Ernst die zegt, bedankt voor de tip. Ik woon in Maastricht en dat is België, dichterbij een Lelystad. Ik overweeg daar een studie te volgen. Nou, wel een leuk lijnenspel in Mexico. Ja, dat klopt zeker. Het ziet super mooi uit. Ik heb ook nog wel een foto uit de cockpit gemaakt van de stad. Dus ik weet dat het heel erg mooi is. Ik weet niet of iemand nog meer vragen heeft. Ik heb nog 4 foto's die ik even kan bespreken. Bijvoorbeeld deze 2 die zijn dan in La Gomera gemaakt. Dit was net buiten het natuurgebied, want je hebt daar een heel groot natuurgebied waar je niet mag vliegen. Dus ja, wees daar bewust van. Maar goed, ik vond deze 2, die vond ik toevallig vandaag op Marder Schijf. Toen dacht ik, nou, dat vind ik eigenlijk wel leuk om te zien, want ik vind ze... Ja, toch wel, ze zijn vlak naast elkaar, want als je naar de linkerfoto kijkt, eigenlijk daar rechts van, zeg maar, als je de weg volgt aan het uiteinde, daar zie je, zeg maar, die velden staan met dat huisje. Dus het is eigenlijk 2 foto in 1, als het ware. En waar stond ik nou? Ik heb mezelf weggefotoshopt, hoor, maar ik stond, zeg maar, in die lus. Dus als je die piek volgt van de linkerfoto naar beneden, dan stond ik rechts daar in de lus, maar de auto, die heb ik weggehaald. Maar goed, dus ik zat dicht tegen de bewolking aan, maar nog wel ruim eronder. En toen vervolgens eigenlijk, ik had het dus al over dat scouten, een tunnelvisie. Dus ik dacht, ik had deze foto had ik eigenlijk voor ogen. En toen ik aan het vliegen was, toen kwam ik dit schattige huisje tegen. Met een soort van die balkonterrassen met mooie palmpjes erbij. En ik heb deze op een gegeven moment op Instagram geplaatst. En wat heel leuk is hieraan, vind ik, had La Gomera, dus het eiland, zeg maar, het toerismebureau had ik erin getagd. Die hadden hem opgepikt en die hebben hem gedeeld. En toen kwam uiteindelijk de eigenaar van dat huisje, die kwam naar mij toe van, joh, wat leuk, die foto, dat is mijn huis, wat gaaf. Mag ik die foto misschien hebben? Nou, die heb ik natuurlijk aan hem gegeven. Maar zo zie je maar weer, dat is gewoon echt ontzettend leuk om dat soort dingen tegen te komen. Even kijken of er inmiddels wat vragen binnen zijn gekomen. Heb je ervaring met apps als Litchi of Maven? Nee, ik niet. Ik weet wel van een vriend van mij, die heeft daar wel wat mee gedaan. Vinky die vraagt, ben je wel eens een drone kwijtgeraakt? Ja, ik heb er eentje in het water laten landen. Die ging in Land Now en die kreeg ik niet meer weg. En helaas is die in Loosdrecht verdwenen. Dus ja, dat gebeurt mij ook, helaas. Was niet zo handig. Eventjes kijken. Heb je wel eens een flyaway gehad? Nee, gelukkig niet. Daar ben ik heel blij mee, want dat is echt wel heel naar. Want een flyaway, ik weet niet of iedereen bewust van is, maar dat is letterlijk dat je drone gewoon beslist, ik ga er vandoor. Doei. En het kan zijn door de wind bijvoorbeeld, maar het kan ook iets heel anders zijn dat hij een storing heeft of iets in die gekke richting. Ja, en dan gaat hij er gewoon vandoor. Ja, en nee, ik heb dat nooit gehad. En hoe zou ik dat dan oplossen? Ja, ik zou gewoon proberen, je hebt van die mooie stopknoppen en pauze en return to home knoppen. Ja, hopen dat dat dan wel werkt. Maar goed, als het een echte flyaway is, dan gaat hij dat ook niet doen. Wees je wel bewust van, als het een echte flyaway is en je kan het ook aantonen, dan kan het zomaar zijn dat je bij het bedrijf die hem gemaakt heeft nog best wel wat kan claimen, want dat hoort gewoon niet te gebeuren. Kijk, als het kwam door de wind, is een ander verhaal, maar als hij echt daadwerkelijk door technisch iets gewoon weg is gegaan, dan zou het zomaar kunnen dat je daar nog wel iets mee kan. Even kijken, Maxime die vraagt nogmaals, sorry dat ik de vraag, misschien is het al gevraagd, maar welk bewerkingsprogramma gebruik je? Ik gebruik Lightroom en ik gebruik Final Cut Pro. Dat zijn de 2 die ik gebruik. Final Cut Pro is voor video en ik gebruik Lightroom voor foto's. En ook Photoshop trouwens, moet ik heel erg erbij zeggen. Even zien, dan zegt Marco, top webinar, bedankt voor alle tips. En blijf die mooie foto's posten, dat ga ik ook zeker doen. Land Now is echt de bane of my existence. Ja,
Ik vind het wel grappig dat die instelling heb ik ook best wel gehad. Maar ik merk toch dat ik het nu wel heel fijn vind om toch nog wel wat meer over te houden. Want het kan zijn dat je toch net in een situatie komt, wat ik dus ook heb ervaren met die in het water is gegaan. Dat je dan toch net niet genoeg had en je hoopte het wel. Want hoe lager de batterij gaat in zijn capaciteit, zeg maar, dus in zijn procentueel hoeveel er over is, hoe sneller ineens die tijd kan lopen. Geef je een indicatie, maar het zou zomaar kunnen zijn dat hij ineens beslist van, oh, je had net nog 5 minuten of 10 minuten, ik zeg maar wat. En nu ineens nog maar 2. Ja, en dan heb je dus nul marge. En dan, ja, helaas, dat was bij mij het geval. En dan zijn we te laat. Goed, en dan waren dit eigenlijk de 2 laatste foto's om mee af te sluiten. Dus ik weet niet of iemand nog wat vragen heeft. Of iets ergens over wil zeggen. Maar vanuit mij ontzettend bedankt voor het kijken. Alvast. En ik zie dat Jasper nog vraagt over de toekomst van de drones. Ja, ik had het al een klein beetje benoemd. Als we het over de regelgeving hebben, hoop ik dat we het mogen blijven doen. Ik heb er een klein beetje een hard hoofd in, omdat we zijn toch allemaal best wel koppig en doen lekker waar we zin in hebben. Als mensheid, om het zo maar te zeggen. Dus ja, ik hoop dat er niet een keer een ongeluk gebeurt dat we ineens allerlei dingen niet meer mogen. Waar ik wel heel blij mee ben, is het wordt steeds veiliger in de zin van er komen meer features. We hebben nu bijvoorbeeld dat ADS-B, dus dat houdt in dat jouw drone, in ieder geval die van mij, die kan bepaalde transponders, dus dat is allemaal heel geavanceerd, maar van een vliegtuig herkennen. Dus die ziet, er zit hier een vliegtuig. Dus als jij aan het vliegen bent, dan gaat jouw drone vertellen, hey, hier op 100 meter of 200 meter afstand vliegt een vliegtuig op deze hoogte. En dat is natuurlijk wel een onwijs handige functie. Als het goed is heb je het nooit nodig of zit je nooit in zo'n gebied, maar dan in ieder geval heb je nog een extra safety tool die jou tegen kan houden. Of in ieder geval dat je uit de weg gaat. En dus dat is gewoon hartstikke mooi. Even zien hoor. Ik zie hier, even zien. Ja, inderdaad. Dat is trouwens iets, ik heb het nauwelijks benoemd, maar het is wel een hele goeie. Als het koud is, weet je bewust van dat de droombatterij veel minder lang meegaat. Het is tegenwoordig denk ik wel redelijk bekend, zeker met alle elektrische auto's en allemaal dat soort dingen die we hebben. Maar ja, dan gaat hij gewoon minder lang mee. Dus hou daar echt wel rekening mee. Even kijken. Oh ja, Ted die vraagt nog even over nabewerken. Dat is wel een goeie. Even kijken. Nou, als we over nabewerken praten. Wat ik doe, ik importeer naar Lightroom. Dan staat eigenlijk alles staat automatisch ingesteld zoals de drone het heeft gemaakt. Ik heb eigenlijk altijd de neiging om de witbalans met een, je hebt zeg maar zo'n, als je in Lightroom kijkt, heb je zo'n soort klikkertje dat je een kleur kan selecteren. Nou, dan probeer ik iets wat toch het meeste wittig is, zeg maar, in de foto, dus in dit geval het golfje, aan te klikken en even te kijken van met welke witbalans komt die dan en vind ik dat mooi. En meestal hou ik die dan ook. Dan vervolgens is het bijna standaard dat ik de highlights iets omlaag doe, de shadows iets omhoog, want dan krijg je daar net even wat een mooiere balans in. Ik vind het fijn om met wat meer uiteindelijk contrast te werken, dus dat probeer ik dan ook een beetje toe te voegen. En dan hebben we een hele rits aan opties. Dat is heel moeilijk uitleggen zonder dat daadwerkelijk te doen. Maar dehaze bijvoorbeeld, dus hè, de ik weet eigenlijk niet eens de Nederlandse term, maar in ieder geval dehaze is dat als er mistig of eigenlijk een beetje een soort vlakke gloed hangt over je foto. Die gebruik ik best wel veel met drones, omdat ik merk dat die dat toch wel vaak heeft. Dus dat er een soort witte gloed over je foto hangt, terwijl dat er eigenlijk niet was. Dus die probeer ik dan wel weg te krijgen met dehaze bijvoorbeeld. Ik piel best wel veel met kleur. Dus in de HSL, dus de Hue, Saturation en Luminance, zeg maar, daar speel ik best wel mee rond. Hou er rekening mee dat met een drone versus een camera, RAW bestand, je kan niet zo ver gaan. Je kan niet wederom de informatie in een mirrorless camera of iets in die richting is gewoon, daar zit meer informatie in, dus daar kan je meer mee spelen. En ik crop dus bijna nooit. Ik probeer mijn foto eigenlijk al bijna perfect te hebben als ik hem maak, want dan hoef ik zo min mogelijk informatie weg te snijden. Wat ik heel veel doe, ik werk ook met radials en linear gradients, zeg maar. Dus dat zijn van die selectieve edits op bepaalde plekken. Dus als we kijken naar de linkerfoto, bijvoorbeeld van rechts laat ik iets meer licht bijkomen. Want ja, daar komt het natuurlijke licht vandaan. Dus dat heb ik dan wel echt gedaan. Ik weet bijvoorbeeld bij deze foto dat ik het water in totaliteit heb ingekleurd met een brush.
Dus je kan een brush selecteren in Lightroom en dan heb ik het water iets lichter gemaakt. Dus met de exposures, met de belichting iets omhoog. Want het was best wel heel erg donker. En dat kwam ook door de manier hoe ik dus fotografeer. Dus met die min 0,3 zeg maar in dit geval. En in dit geval had ik bracketing niet aanstaan omdat het zonlicht was nog niet zo fel. Dus op dat moment vond ik het nog niet zo nodig. Maar goed, dan heb ik achteraf wel nog even het water wat omhoog gehaald. Dat ging dan nog wel goed. En met die radial, dus dat is zeg maar de rondjes die je kan maken als het ware, doe ik heel vaak dat ik de binnenkant van de foto een klein beetje, dus in dit geval het onderwerp, iets naar feller maak, dus iets de belichting omhoog. En aan de buitenkanten heb ik dan vaak dat hij een soort feather creëert, dus dan doe ik de exposure iets omlaag, dus dan wordt het wat donkerder en dan word je iets meer naar binnen getrokken. Op de rechterfoto zie je dat eigenlijk ook een beetje. Het licht komt iets meer van boven links, zeg maar. En dat is een beetje die soort van dreamy gloed. En dan rechts heb ik eigenlijk iets donkerder gemaakt. En ik weet, bij die rechterfoto vond ik die bergen heel mooi. Dus heb ik die eigenlijk wat verlicht, zeg maar. Even kijken of daar nog iets over gezegd wordt. Maxime zegt, bedankt voor de webinar en veel plezier in Mexico. Nou, dat gaat zeker lukken. En met uw dochtertje, nou, dat gaat natuurlijk ook gewoon lukken. Nogmaals, hoop, dankjewel. Dus jullie ook allemaal bedankt voor het kijken. Leuk webinar, interessant. Wat was je Instagram nou voor al die content op plaats van je drone? Je krijgt sowieso een follow. Ik zie al, ja, Maxime heeft hem al gezegd. En Joel Cooper, dat klopt. Hij heet kennelijk Nevelbewerking. Oké, ja, ik wist niet dat dat zo heette, maar dat geloof ik meteen. Ik hoor iets over volgeladen bewaren van de accu's. Dat zou niet goed zijn, klopt dat? Ja, daar zit trouwens wel iets een kern van waarheid in. De batterij vindt het niet, zijn niet zo goed lang houdbaar als ze altijd vol zitten. En ik weet dat bij de nieuwere drones dat hij een automatische functie heeft, zelfs in de batterij, dat hij hem op een bepaalde waarde probeert te houden. Dus dat is iets lager dan vol. En als ze echt heel erg laag worden, dat helemaal leeg, dat is ook nooit fijn. Dus mocht je een hele lange tijd niet vliegen, wees je er bewust van dat je ze eens in de zoveel tijd wel een beetje oplaat en dat ze niet helemaal leeg gaan. Even kijken, hoe weet je waar je de kleur van je foto moet aanpassen tijdens de bewerking? Ja, Jente, dat is dus dat is een klein beetje ervaring en ook jouw eigen stijl. Dat kan je gewoon helemaal zelf gaan beslissen van wat vind ik mooi. Kijk, ik ben best wel van groen moet een beetje groen blijven, zeg maar. Of een beetje moody groen in dit geval, zeg maar. Dus ja, in dit geval hè, met die wolken koos ik voor moody groen. En moody groen bedoel ik mee, dat is niet zo knalgroen. Dat is iets ingetogener, zeg maar. Alsof je in een soort film zit bijna. Maar goed, dat is allemaal een beetje op ja, wat je zelf mooi vindt. En dat laat het artistiek in jezelf lekker naar boven. Even kijken, Ted die vraagt inderdaad in die bomen links. Ja, allereerst was het gewoon een prachtige ochtend. Het was super helder, dus dat heeft heel goed gewerkt. Ik heb hier waarschijnlijk ook een klein beetje dia's gedaan. En ik heb, dat weet ik niet zeker, maar ik denk dat ik ook wel echt de bomen helemaal in zijn geheel heb geselecteerd. En de clarity inderdaad heb toegevoegd in clarity is zeg maar dat hij dus eigenlijk het contrast, de scherpte zeg maar tussen de foto's, tussen de lijnen zeg maar scherper maakt. Even zien. Top webinar zou iets ook voor droomvideografie georganiseerd kunnen worden. Nou dan, ik zie al, we schrijven hem op. En wellicht door Bojan, dat zou fantastisch zijn, want ik zou hem ook gaan kijken. Dus dat is een goede tip. Maar goed, ik denk dat we hem hiermee kunnen afsluiten, toch? Yeah.